Dames en heren, welkom bij een nieuwe Convo Talk Show live vanuit Red Bull Music Studios Amsterdam. Mijn naam is Stefano Ho en met de vaste, Armin Shaw, Yuki Christus en vandaag hebben we te gast Rotjoch en Dredd. Welkom. Give it up, man. Je toch? Laat het niet. Give it up. Oké. Ze zijn hier, hè? Ja, toch? Je moet die applausje voor jezelf. Niemand anders gaat het voor je. Ja. Exactly. Ja, man, boys. Ik ga even beginnen met Rotjoch, man. Mooi weekend gaat, denk ik. Hey, super mooi weekend, man. Wie had gedacht, man? Kleine shout-out ook naar AZ, man. Jullie hebben het snel voor ons afgewerkt, man. Ja, zeker, man. Hoeven we niet meer te werken bij de graafschap, je weet toch? Ja. Zeker. Kunnen we gewoon lol hebben. Misschien, het kan nog. Wat? Nee, dat kan niet meer. 14-0? Kan niet meer. Als Ajax 7-0 verliest en PSV 7-0 wint... Kom op. Dat kan niet. Nee. Kom op. Maar weet je wat van jij is? Er moet toch wel... Er gaat toch een schaal naar PSV ook, hè. Diegene moet toch die schaal naar daar brengen, man. Omdat het statistisch eigenlijk nog kan. Het kan niet, maar je weet maar nooit, dus... Die gaat een uur naar de wedstrijd, dan gaat hij de prullenbak in. Ik snap het. Is een simpel is niks. Ja, iemand gaat hem gewoon voor de grap gewoon fruit erop gooien. Gewoon van, iemand is blij, krijgt vriend. Dus heeft geen waarde. Wat gaat er doorheen, Rotjoch? De dubbel. Ja, maar moest al lang. Hij is weer terug waar hij hoort te zijn. Ik weet dat je Feyenoord bent, weet je. Maar eerlijk, hij hoort gewoon in Amsterdam. Hij is verdiend. Hij hoort in Amsterdam. Ja. Het was echt het is een heel mooi seizoen. En veel love, man. Echt topspelers heeft Ajax dit seizoen. Mm. Ik wil echt ook een shout-out doen naar Ziyech vooral. Ja, man. Iemand die, je weet toch, problemen had met supporters een jaar geleden. Zeker. En hij is uitgehaald. Maar hij is, je weet toch, hij heeft ook zijn mentaliteit veranderd. Precies. Weet je. En, blijven staan ook. Sterren, Ziyech, het had alleen maar positieve invloed op hem. Dus sowieso shout-out naar Ziyech. Maar mooi, man. En weet je, die halve finale was zuur. Vooral de manier waarop was echt zuur. Ik zeg je eerlijk, ik had liever een 4-0 verlies dan wat daar is beter, gebeurd. Beter, bro. Laatste seconde, bro. Je moet zeggen, de laatste 45 minuten leek net alsof niks meer mocht. Dat is waar. Bal op de paal. We hadden ook zomaar 4-0 opeens kunnen staan. Hè? Ja, true. Je weet toch, maar het was 3-2 gewoon. En het was... Als het plein zo gaat, dan denk ik gewoon dat het gewoon aan de sterren van de hemel ligt. Het is, ja, maar precies. Nu, toch, laten we toch over voetbal, als we toch over voetbal praten, wie? Ik vraag me dus echt af. Voor wie ben jij nou eigenlijk de fan? Wacht. Want ik... Eerst was altijd Real Madrid. Dus hij was Real Madrid. Toen dacht ik altijd al van, dit is nigger Spaans gewoon. Ik ben Spaans. Maar hij is tenminste voor één team. Snap. Nu, laatst zie ik een post van hem. Moest hij een soort lezing of iets geven in de Amsterdam Arena. Zat hij weer Ajax op te biggen gewoon. Dan denk ik van, wacht even, maar je was toch Real? Mm-hmm. Oké. En dan van de week zit hij in het Liverpool stadion. En hij gaat helemaal zijn dak voor Liverpool. Nu, mijn equilibrium is helemaal ontspoord. Equilibrium, ik geloof. Oké, maar dit kan ik gewoon hartstikke mooi uitleggen. Want ik heb heel veel van die comments gehad van, leg maar uit, maar je gaat niet halen. Ik ben gewoon voor de winnaar. Eigenlijk, nee. Kijk, luister. Ik ben sowieso Real fan, dag 1. En Nederlandse club ben ik gewoon Ajax. Dat zijn mijn enige twee clubs. Ik heb geen Inter nog, Italië, Engeland. Maar toen Real tegen Ajax speelde, was je voor je Real? Ik had Doezo gezet op Real. Got you. Ik had Doezo gezet op Real. Wat is dat voor clubliefde, man? Luister naar mij. Lekker, je hebt verloren, man. Lekker, man. Karma. Luister. Nee, ik had niet verloren. Die heb ik niet verloren. Maar de eerste hadden ze gewonnen, toch? Dus alleen die had ik gezet. Had ik het dus op Real gezet, Real toen 1-0 gewonnen. Dus ik had dus op Real gezet, gewonnen. Vrouwde, en voor de rest was het van, broer, als Real doorgaat, mooi. Als Ajax doorgaat, mooi. Nee, ik ben niet voor duizend clubs. Liverpool, ik was naar Liverpool gaan op uitnodiging van Gini Wijnaldum. Shout out naar jou, shout out naar Damien, shout out naar al die mannen daar. Ik ben daar, ik ben in die euforie toch. Want nu ben ik team Wijnaldum. Niet per se van, ik ben voor Liverpool. Maar ik ben op invite van hem daar. Ik ben sowieso voor hem van, en plus ik ben al een beetje anti-Barça. Ik ben anti-Barça, want ik ben Real. Veel uitleg. Ja. Dus ik ben daar op invite van die man. Ik leef met hem mee van, bro, wauw, 4-0? Dit raakt me diep.
Je bent Nederlander. Je hebt me invite. We show love. Je bent mijn bro. Alleen maar love. Met een Real tegen Ajax, bro. Op basis van wat je inzet. Bro, was dat je uitleg? Hé, hey bro, dit was het. En ik vind het glashelder, persoonlijk. Persoonlijk gezien vind ik het glashelder. Maar ik vind sowieso van, kijk, je moet berekenen dat er mensen zijn die gewoon een club in Engeland hebben, een club in Italië, een club in daar. Club. Maar jij bent van mening volgens mij van je mag maar één club. Ja, tuurlijk. Ik niet. Bro, je hebt maar één club. Je hebt maar één club waar je echt voor bent, waar je tranen voor laat, waar je voor juicht, waar je voor... Dat kan maar één club. Je kan niet zeggen... Ik moet wel eerlijk toegeven, kijk, ik ben voor Ajax sowieso, maar... Ik vind het wel tof als Barcelona speelt. Dat heb je gewoon een voorkeurtje. Gewoon van, ik hou van de club. Maar Ajax tegen Barcelona. Maar we hebben het over fan. We hebben het over fan echt van... Ik weet niet wie de fuck allemaal in het elftal speelt. Weet je wat het ook is? Je hebt fan en je hebt fan. Je hebt gradaties fan. Bijvoorbeeld, Rotjoch is een gekke fan. En boven hem heb je nog gekkere fans. En daaronder heb je ook fans. Rotjoch is volgens mij nog net onder gekke hooligan. Of ja, niet? Bijvoorbeeld. Of ben je daar? No comment. Je hebt ook een Cali boy die van ook gek. Cali is serieus. Snap je? Dus je hebt gradaties. Maar ik zat gisteren gewoon in een stadion. Ik zat gisteren gewoon in een stadion met Cali. Gewoon Zuid, hoor. Gewoon F-Zuid, hoor. Ik weet niet van jullie, maar je weet toch. Ja, Amsterdam Casuals. Shout-out Amsterdam Casuals. Sowieso. Weet je? Nee, maar dat is het. Vanaf dat ik jong ben, weet je toch, eerste wat ik leerde toen mijn vader, toen ik jong was. En heel lang, weet je wat het is, heel lang heb ik het niet, zeg maar, echt openlijk over uitgesproken. Mm-hmm. Toch, maar sommige, je weet toch, sommige van die fans dragen ook capuchon en masker gewoon. Je weet toch, is niet voor niks. Maar ik weet niet, man. Ik denk dat het de dag was dat ik aangeschoten was. Al die jaren dacht ik van, ik moet neutraal zijn voor het buitenoog. Mm-hmm. Waarom? Ik doe 1-0 in bars en dit, dat. Maar op een gegeven moment, ik kon er niet meer tegen. Broederliefde kom zwaaien met Feyenoord-truintjes. Al die... Momi is een van die triggers. Momi is een van die triggers geweest. Gewoon. Hij ging me echt uitdagen. Doet nieuw Feyenoord-shirt aan. Loopt de hele tijd te lullen. Maak foto. Kom naast me staan. Dat is een Feyenoord-ding. RMB staat al klaar gewoon van... Ah, tap. En ik denk, oké, nou spang. Ik ben er klaar mee, man. Ik ga de hele wereld laten weten. Ik ben hardcore Ajax-fan, gewoon. Mm. En fuck hem al. En ik denk nu ook gewoon dat die respect gewoon daar zo is. Beter. Dat ik het gewoon kan zeggen. Gewoon, sowieso. Ja, sowieso. Maar het was al vanaf jeugd, man. Vanaf dat Bergkamp bij Ajax speelde. Gewoon 93. Dat is echt... Toen was ik 12. Dat is echt dat ik echt elke wedstrijd begon te volgen. En ja, we hebben een paar mindere jaren gehad. Ik heb ook gewoon meegemaakt dat we die Champions League hebben gepakt. Ik stond daar op Leidseplein in 95 op een tramhalte. Ja, toch? Dus ja, man, love, man. Maar hey, nee, man, je bent wel... Het klinkt allemaal heel shaky, man. Weet je wat het is? Whatever, is goed, man. Maar ja, ik ga je wel eerlijk zeggen, ik heb scheid met al die andere teams gewoon. Ik heb scheid, maakt niet uit. Bijvoorbeeld, er is een tijd geweest dat ik bijvoorbeeld Barca tof vond toen Ronaldo daar speelde. Dus niet de Ronaldo van... Nazario Lima van Brazilië. Nazario Lima, broer. Statistics. Die statistics, gewoon basiskennis. Weet je, Romario, dat soort tijden, weet je. Ja, kijk ik naar het team dan... Weet je, als zo'n team dan speelt en ze spelen niet tegen Ajax, dan denk ik van oké, ik kan een voorkeur hebben. Wat jij zegt. Mooi om te kijken. Voor de rest, Ajax. Ja, man. 90 minuten lang. Zing mee. Voor onze club uit Amsterdam. Sorry, ik vind het ook niet erg. Ik ga juist op de tribune. Maar shout naar Ajax. Iemand die ons dood. Kijk, je mee de Ajax zien, dus we kunnen geen woord meer zingen. Shout naar Ajax, broer. Dat is niet erg. Luister, ik ben zeg maar Amsterdammer. Ik ben voor Ajax, maar ik ben niet een voetballiefhebber. Maar ik ben wel die guy die wil dat Ajax als weet. Het ik check een wedstrijd. Bij mij is het simpel. Nee, maar voor wat ben jij fan? Het is gewoon reactie. Wie? Ik heb elke wedstrijd gekeken van Feyenoord. Maar voor wat ben je fan? Want Feyenoord is geen eigen club of zo. Het is gewoon...
Ze doen niet echt mee of zo. Dus wat nee, ben je kijk, echt fan? Dat slaat nergens op. Luister, maar dat maakt niet hiervoor uit. Hebben wij de prijzen gepakt. Dat maakt niet uit. Ik kan nu toegeven, Ajax was het beste, heeft de prijzen gepakt. Maar afgelopen jaar hebben wij de meeste prijzen gepakt. Hé, zet alsjeblieft die beginconvo terug dat hij zei, Feyenoord gaat hem dit jaar pakken. Ja, maar dat zeg je als fan. Dat hoort. Ik snap je, bro. Maar die clapback is hard. Maar ik vind wel, wat je tegen hem zegt, dat klopt niet, man. Ik vind bijvoorbeeld iemand die... Je weet, Den Haag staat nooit in de top. Maar als jij Haagenees bent, moet je voor Den Haag Ado zijn. En nu ga ik shots gooien. Niet zoals El Giro, Elia, ben je voor Rotterdam, maar je komt uit Den Haag. Nee, ja, je komt uit Den Haag, je bent voor Den Haag. Klaar. Nee, maar als je de club kampioen hebt gemaakt, dan kan je zeggen van... Nee, maar bro, vind jij van... Elia heeft Feyenoord kampioen gemaakt, dus hij mag gewoon zeggen van ik ben vanaf nu van Feyenoord. Maar ik fok hem ook gewoon Ik zeg je eerlijk, ik vind Amsterdammers moeten voor Ajax zijn, maar... Iedereen uit de andere stad mag voor Ajax zijn. Ik snap ze. Mag. Want er zijn ook veel Rotterdammers voor Ajax. Ik kan jullie begrijpen. Is toch logisch? Ik volg niet met die mensen. Is toch logisch, bro? Er is maar één guy. Kijk in je vriendenkring, bro. Is apart. Is apart. Kan niet. Is apart. Ik moet eerlijk toegeven, ik kijk niet elke fucking wedstrijd. Maar ja, ik ga er gewoon vanuit dat Ajax wint. Want we zijn Ajax. En ik ben die politieke correctheid ben ik zat, man. Ik kan zeggen tijdens de wedstrijd van Ajax Tottenham, toen Tottenham scoorde, dacht van... Ja, maar ik snap het, je bent Maar er is nu, er is nu zo'n vibe van politieke correctheid van ja, Ajax is fair in de Champions League, dus je moet voor Ajax zijn, want het is Nederlands voetbal. Nee, ik gun Ajax het licht in de ogen niet als een prijzen gaat. Weet je wat ik wel gaaf vind? Weet je wat ik gaaf vind? Dat heel veel mensen gewoon, zijn echt dick riders gewoon. Ja, nu omdat Ajax gewoon leuk speelt en ze komen zo ver in de Champions League, opeens is iedereen weer Ajax fan. Ja. Kiel, waar was je vorig jaar toen het slecht ging? Maar kijk, ik kan het zo zien, Michael. Waar was je? Ik was ook nog steeds aan het kijken. Kiel, ga mijn tweets teruglezen. Ik heb Twitter echt als bewijs, neef. Na elke game tweet ik. Ik tweet, dus je kan nu gewoon 2017, 2018, 2016, ik kan terugkijken. Ja, nee, maar ik bedoel weer van... Ik check het, maar ik ben niet... Ik ben in de eerste instantie iedereen die me kent. Iedereen die me kent weet, ik ben niet de lijfste voetballiefhebber. Ik zie opeens allemaal zwemmende Ajax-fans. Nee, maar luister, bij mij, iedereen weet, ik ben niet de lijfste voetballiefhebber. Gewoon voetbal in het algemeen, maakt me niet uit. Maar voor Ajax ben ik sowieso, het is Ajax. Maar ook geen shout-out naar die Rotterdammer. Die gewoon wachten. Oké. Eerste sessie zijn. Ajax is door. Kwartfinale Ajax is door. Kan niks zeggen. De halve finale. Iedereen staat op. Doet broeien van. Ja man. Yatzy is eruit. Dat is ook. Dat denk ik ook. Waarom? Bro, luister. Toen Feyenoord de UEFA Cup won. Waren alle Ajax-leden. Of meeste Ajax waren ook zo van. UEFA Cup. Fuck is niet bijzonder. Fuck Feyenoord. Alsnog. Ja, en dat is normaal. Kijk, luister. Ik gun Ajax geen prijs. Ik krijg hoofdpijn als ik ze met een trofee zie. Maar Rotjo geeft dat ook als Feyenoord met een prijs had. En dat is je normaal. Je hebt twee keer gehad. Ja. Wow, maar mensen moeten respect hebben voor dat als je voor een club bent, tuurlijk, dat je die andere club gewoon niet gunt. Never. Ook niet als ze de Champions League winnen. Ik had gepland als Ajax in de finale zou staan met Liverpool. Ik zou gewoon naar Liverpool gaan, man. Fuck it. Nou, gewoon daar die wedstrijd checken. Want heel de media is dan weer in die kont van Ajax. En ik kan dat gewoon niet horen en zien, man. Maar je zou die wedstrijd wel gaan checken. Ja, in Liverpool. Dit klinkt als een soort van... In Liverpool. Ik zou gewoon Liverpool shit rocken. Ik zou daar gewoon... Dat is bijna een boze fan. Weet je dat? Je gaat naar iemand optreden om erop te kunnen haten. Hij is die bier gooien. Om naar een ander team te gaan. Of naar een andere stad. Ik wil het niet in Nederland ervaren, de finale. Want dan gooi je... Nee man. Ik was echt van plan naar Liverpool te gaan. Ik zou gewoon niet gaan. Niet eens die wedstrijd checken. Hoezo Feyenoord speelt en ik check. Ik hoor wel of ze het niet hebben gewonnen. Nee, maar als voetballiefhebber, ik hou echt van voetbal. Tuurlijk ga ik. Het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen van... Nee man, er is een club in de finale die me niet aanstaat, dus ik ga niet kijken. Dan blokkeer je jezelf helemaal omdat er een club in de finale staat. Ik zeg je eerlijk, broer. Maar ja, ik ben ook niet zo heel erg zo gang op die voetbaltoren. De reactie kijk ik alles. In ieder geval probeer ik alles te checken. Maar als een club als Feyenoord speelt en ze staan in de finale van what the fuck ever, broer. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben dusdanig reactie dat ik die wedstrijd niet per se hoef te zien, man. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat is zijn eigen keus. En ga je ook eerlijk zeggen, ik zou die wedstrijd ook niet kijken. misschien moet ik editen. Dat misschien, is jullie goed recht. Misschien moet ik niks doen. Kijk, het zijn gewoon... Ik zie iedereen zijn flavor in die balies. Maar weet je wat pijnlijk is gewoon? Ik ga je eerlijk zeggen, maar daar heb ik dan weer... Weet je, ik heb een paar vrienden, weet je, die zijn voor Feyenoord. Weet je, we zijn hardcore Feyenoord. Wanneer we met elkaar zijn, praten we niet over voetbal. Beste. Maar laatst heeft iemand dus uit Rotterdam, die heeft dus een Feyenoord t-shirt aan Lil Boosie gegeven. Lil Boosie is een van mijn favoriete artiesten. En nu loopt hij de hele tijd te pronken. Ik heb het al 2 of 3 keer heb ik op Lil Boosie's
account gezien met een Feyenoord shirt, jongen. Nee. En dat doet pijn, weet je. Het doet pijn. Maar ja, aan de andere kant, je weet toch. Dan als hij mij die foto stuurt via berichtjes, weet je, die grapje van me. Zou dat naar Ilja dan meteen gewoon? Dan, ja. Nou ja, precies. Dan gooi je die van Ilja met Snoep. Snoep dan gewoon meteen zijn reactieshirt gewoon. Dus het staat nu 1-1 in die verhouding. Ik zag een keer ook wakker vlakken mee, maar wakker vlakken is niet op die level van... Ja, van nee, dat is andere man. Snap je? Andere man. Maar ja, man. Hey, je luistert nu naar Convo, de voetbalpodcast. Convo Inside. Ja, man. Ja, echt man. Trouwens, dead boy. Ik wil trouwens ook shout-out doen naar zeg maar die supporters die echt voor slechte clubs zijn. Maar dan geloof ik die liefde als eerst. Dat heb ik echt. Soms ik zie mensen commenten van ja man, Go Ahead Eagles, beste club. En dan denk ik van oké, jouw liefde is echt. Weet je wat het meest taai is? Als je fan bent voor Sparta, man. Want Sparta was vroeger aan. Gewoon zeg maar subtop, vierde, vijfde plek. En gewoon hun hebben het meegemaakt dat ze helemaal zijn afgezakt. En nu gewoon... Struggle in de zin. Dat is RMB toch? Manager van Lorenzo. Spangen. Ja, is keukenkamp. Want vroeger waren ze aan, hadden ze ook leuk. Ze speelden gewoon sub top. Maar nu. Is hij wat tweede? Dus misschien in die na-competitie. Je weet toch, Sharana Gili. Sharana Royston, je weet toch? Misschien, ja, sowieso. Laatste is daar. Misschien gaat ze nog iets doen. Maar goed, waarom we hier zijn, mensen? Want jullie denken van ja, waarom zijn we hier met z'n allen? Wat zijn hier voor? 101 Bars, de Legendary Sessies. Ja man, gewoon ontspannen, gewoon even wat sessies bespreken. Gewoon wat is jullie bijgebleven, wat is classic, wat was bijzonder. Laten we nog uitleggen waarom ik Dredd heb meegenomen. Dredd is, ik begon 101 Bars ooit gewoon, mensen hebben het verhaal vaak gehoord. Als een soort experiment, in mijn eentje, of niet helemaal in mijn eentje. Maar goed, daar op kantoor zat ik in mijn eentje. En op een gegeven moment liep het zo goed dat ze zeiden van neem een stagiair aan. En dat was hij. En daarna kreeg hij ook een contract en hij heeft heel veel jaren bij 101 Bars gewerkt. Dus hij was gewoon day one 101 Bars. Top. En ik dacht, ja, als we het toch over 101 Bars gaan hebben, dan moet ik Dredd erbij hebben. Maar was het vanaf dag 1 dat je bij Hilversum zat? Of ja. Je hebt gestart vanuit BNN? Ja, vanuit BNN, ja. Dope. Ja. Want hoe ben je daar beland eigenlijk? Solliciteren, of ja, mijn moeder was me waarschijnlijk gewoon zat. Een sollicitatiebrief voor me gestuurd. Ja. Weet je, ze had eerst dat ding, weet je, maar je moest een sollicitatiebrief en een videootje sturen. En zij had een sollicitatiebrief voor me geschreven, want ik had er gewoon eigenlijk geen zin in. En toen had ze het zo mooi geschreven, dacht ik van oké, ik ga een videootje maken. Was ik een keer in de nacht, weet je, had ik een kill met een camera laten komen naar Holendrecht in de nacht. En dacht ik gewoon, ik ga 5 minuten filmen in de nacht in Holendrecht bij de bar waar veel shit gebeurt. En er gebeurde letterlijk in 5 minuten zoveel shit, dat ze dachten van hey, we moeten hem uitnodigen. Je weet toch, ergens was ingebroken en toen kwam die vrouw waar ingebroken was, die kwam schreeuwen bij die bar en je weet toch, heel veel shit gewoon. En dat was gewoon Holendrecht in de nacht, een plek waar je eigenlijk niet wil komen in de nacht. En dat was mijn filmpje. En toen zeiden ze, kom maar daar. En toen ging ik die sollicitatierondes. En mijn swag was gewoon, je weet toch, over 9000 ten opzichte van die andere sollicitanten. Ja. Tijdens die sollicitatie is leuk. Droeg je Timberlands? Was je Timberlands Air Force skill, man. Nee, man. Ik droeg Air Max, man. Air Max. Okay. Maar ik heb ooit wel eens een Timberland fase gehad. Maar ja, tijdens die sollicitatie, op een gegeven moment kwam opeens een camera op me, want er werd ook de hele tijd gefilmd. En ik wist op een gegeven moment niet wat ik moest zeggen. Dus toen zei ik, hey, Rotjoch op je beeldscherm. En dat is de eerste keer dat ik, hey, Rotjoch op je beeldscherm zei. En vanaf toen was het gewoon mijn slogan. Want al die mensen in het gebouw waren dan de hele tijd gewoon van, hey, Rotjoch op je beeldscherm. Hey, dus ik dacht van, hey, blijf hangen, weet je wat, ik ga dat gewoon als die slogan gebruiken. En daarvoor had ik het nooit gezegd. Kwamen de studio sessies. Ja man, wat is een eerste studio sessie die bij jou bijblijft, Dredd? Begin ik even bij jou. Bij mij? Ja. Is toevallig dat we het net eventjes over hadden, hoor. Maar er zijn best wel veel, man. Maar als je zegt de eerste... Sorry, mag ik heel even onderbreken? Ja. Als spoiler, we gaan een paar sessies vergeten die bij jullie in jullie favoriete lijstje staan. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, Laat het vooral weten. Laat het vooral weten. In de reacties. Maar wij doen het even in een klein groepje. Bespreken we wat vergeten. We gaan
onze persoonlijke favorieten zeggen. En wees vooral niet beledigd als jouw favoriet er niet tussen zit. Want je weet toch. Er zijn veel. Maar mensen gaan toch in die comments van, hoe kan je dit? Maar wat ze moeten begrijpen, kijk, er zijn zoveel 101 bar sessies. Wat jullie bedoelen. En er zijn ook natuurlijk gewoon persoonlijke favorieten. Hoeveel zijn er eigenlijk? Wat ik vind... Weet ik niet, man. Wat? Sowieso meer dan 1000. Ja, oh, hè? Ik zie zo'n wintersessie 260, toch? Dus ik denk... Maar dat is een bepaalde serie. Nee, maar dat is zeg maar tijdens de reguliere seizoen, nummerussen. Oh. Maar dat is één keer per week. Dus dat is in principe ongeveer 35 weken van het jaar. Zeg ik het goed? Ja, ongeveer 35 weken van het jaar, 34 weken, hebben we een reguliere sessie gewoon één keer per week. Dus dat is... Eén jaar heeft maar 34 afleveringen. Maar tijdens de winter- en zomersessies gooi je 2 sessies per week. En dan 3 maanden lang. Dus okay, yeah. dan heb je, weet ik veel, de meeste reeksen van zomer-wintersessies zijn ongeveer 24 sessies of zo, weet je. Ja, dus er komen nog 50 bij. Dus we hebben gemiddeld, laten we zeggen, 80 sessies of zo per jaar. Mm-hmm. We bestaan nu... 12,5 jaar. Ja. Dus je komt bijna op 1000. Bijna op 1000. Is die allereerste sessie van Rox? De officiële sessie die uitkwam, die is van Rox. De eerste sessie was van PLS. Ik weet niet, veel mensen zullen het niet kennen. Wow. Ja, PLS. Maar dat was een pilot. En toen was zeg maar 101 Bas ook nog een hele show van een uur. Op het digitale kanaal. Met die bank en zo. Ja, op de bank en zo. En dan de studiosessie was een onderdeel. Zo had ik het, zeg maar, als eerste had ik het uitgedacht. En toen waren we PLS. Maar omdat we zo amateuristisch waren en ik was net pas in de tv-wereld, hadden we het geluid niet opgenomen. Wauw. Maar die sessie hadden we wel opgenomen. En die sessie is ook uitgekomen als tweede. Maar we moesten die hele show opnieuw doen. Dus, en je weet toch, mensen, je moet afspraken weer met mensen maken. Dus ik dacht gewoon van, we gaan nu Rox doen. En dan gaan we die show met PLS opnieuw opnemen. En dan gooien we die studiosessie ertussen. Hoe reageerde de streets toen die eerste sessie uitkwam? Ik ga je eerlijk zeggen, mensen... was er gewoon een kleine groep die het al direct oppikte. Maar het begon bij studiosessie, volgens mij is het studiosessie 10... die voor die tijd viral ging. En dat was de sessie van Heineken. Toen was, zeg maar, de... Dat is waar ik echt begon te beseffen van... mensen beginnen die shit te kennen. En volgens mij, dat filmpje had volgens mij binnen een week... had die 65.000 views of zo. Wat die tijd echt extreem was. Nu met al die miljoenen, maar voor internet. Internet, tv was helemaal nog niet daar. Ja, weet je, was nog in de kinderschoenen. Beeld was volkoop, weet je, het was niet wat het was. Maar daar begon ik te beseffen van oké. En na Heineken wisten heel veel mensen van oké, 101 bars is een ding. En het is eigenlijk in 3 fases gegaan, naar mijn mening. Want je had zeg maar Heineken, wat trouwens ook... sowieso tussen mijn favoriete sessies zit. Zeker in mijn top 10, denk ik wel. Van de gekste MC's uit Roffa ook, man, in het algemeen. Maar die sessie is zo classic. Die sessie duurt maar 1,5 minuut, maar hij is zo classic. Wat is de reden dat die dan zo viral ging? Want dat is maar 1,5 minuut door hemzelf. Ik ga je het verhaal vertellen hoe ik op Heineken ben gekomen en hoe Heineken bij 101 Bars terecht is gekomen. Die tijd rolde ik veel met THC. En THC was gewoon... dat was hun tijd. THC was... Qua straatrap waren ze gewoon... Puur en onversneden. Nummer 1. Mm-hmm. Dit was nog voor Puur en Onversneden uitkwam zelfs. Hoe heet het vorige album? Artikel 140 was uit. THC had een show in Rotterdam, in Nighttown. En voorprogramma was een kill, Heineken. En wij kwamen binnen... En Heineken was een show aan het geven. Heel Nighttown was vol. Bomvol. En ik heb nog nooit deze shit gezien. Maar het is echt zo gewoon baaf. We komen met THC binnen. Maar ik rolde veel met hun. Dus ik was gewoon mee. En Heineken deed zijn show. Die hele tent was hype. We dachten, ja man, dope tent man. We gaan zo meteen gaan we hier, je weet toch, feestje vieren op stage. Bro.
Heineken deed iets wat ik nog nooit tot de dag van vandaag heb gezien. Zijn show is klaar. Hij kijkt naar de crowd. Ai, loesel. Hij gooit die mic. Valt op de grond. Hij loopt door die crowd. Die crowd gaat als een soort zee van Mozes open. Hij loopt door die crowd. En die hele crowd loopt de night aan out. Er bleven misschien 6-7 meiden die gewoon van Rox hielden. Bleven over gewoon. Ja. Facts. Dus van 500 man liepen gewoon weg. Er waren nog letterlijk 7-8 mensen in die fucking tent. En toen dacht ik, wauw. En toen dacht ik van, weet je wat? Want toen was ik net begonnen, toch? En ik moest research gaan doen van... Want het was nog niet vanzelfsprekend wie je gaat uitnodigen volgende week. Ik moest echt gaan zoeken. Ik begon eerst met mensen hier in Damschool. Maar toen moest ik breder gaan kijken. Dus ik dacht, fuck dat man, ik ga gewoon naar buiten lopen. En ik heb hem gewoon aangesproken van, hé broer. Zet ze gewoon hard, man. Connect me, dit, dat. En hij kende het niet eens. Hij kwam daar, hij zag die ding. En hij vond het ook hard. En zo is hij daar gekomen. Heineken, man. Legend. Dus. Maar om terug te komen, Dredd. Wat is de eerste sessie die bij jou... Ik weet niet, man. Ik weet niet waarom. Ik moet direct denken aan Steen en Spinal, man. Hé, hey, dat was wel een gekke sessie, ik moet direct ook denken aan Steen en Spinal. Voor mijn gevoel heeft dat... Ja, weet je, dat was een van die sessies waar... het leek bijna een videoclip, weet je wat ik bedoel? Weet je, dus zeg maar daarvoor, 101 Bars was al in een bepaald soort groei... dat mensen begonnen te kennen, weet je wat mensen... Het was al een gevestigd ding aan het worden, zeg maar. En op een gegeven moment kwamen die gasten langs. Twee rare witboys, kijken dan met haat. Yeah. Oké, weet je, dat gebruikt veel het K-woord. Ik hou er zelf niet van, weet je toch? Maar die shit was gewoon... Zo heavy. Nieuw, ja. En het heeft ook een ander soort publiek. Crowd daar gekregen. Vat je, ik bedoel, dus zeg maar, ik heb iets van sinds die sessie, of na die sessie, werd 101 Bars ook op andere gebieden veel groter. Vat je wat ik bedoel? En werd ook op andere. En mensen die dan ook naar 101 Bars gingen, hadden ook iets van: oh man, ik moet niet zomaar hard komen, ik moet tering hard komen. Want hier komen mensen op vat je wat ik bedoel? Ja. Op een fase van, broer, je moet het gewoon wegblazen. Maar was dat ook in die legendarische wintersessie reeks? Met die dat sneeuw, was ook die wintersessie. Ja, dat is een legendarische wintersessie. Die hele wintersessie. Dat is volgens mij 2007 of 2008. Dat was ook volgens mij van Winnen en Vice. Die komt ook die Winnen en Vice. Dat was die periode. Hoe was die vibe toen Steen en Spinal binnenkwamen? Gewoon twee guys uit Utrecht komen ze, geloof ik. Ja. En ze zijn anders dan wat je gewend bent, denk ik. Ja, kijk. Zulke pupillen, je denkt van... Zeg je, of je vond het fijn, of je was van... Nee, kijk, weet je wat het is, broer? Ik ga je wel eerlijk zeggen. Kijk, ik heb een hele goede band met Steen en die Infected Boys. Ja. Sowieso shout out naar hun. Maar die tijd kenden ze nog niet, vat je? Nee, kenden ze niet. Maar wij zijn bimmer in niggers gewoon, vat je? Ik bedoel, komen een paar rare doorgesnoven gasten gooien in de studio. Vat je? Ik bedoel, ziet er raar uit. We hadden wel iets van, hey, fuck met deze boys. Ja. Trouwens, ik weet niet eens meer hoe het bij ons zijn gekomen. Maar Steen had een harde pokoe uit met Mets. Oh ja, met die motoren. Ja, werk veel. Maar het was echt zo Utrecht, volgens mij domstad of werk veel hoe die pokoe heette. Maar dat was gewoon hard. En die clip was gewoon, die tijd was het al, zeg maar, als jij een... fatsoenlijke clip had. Niemand had fatsoenlijke clips, weet je. Dan was je op je shit. Ja, ja, ja. Dus... Werkelijk, man. Die tijd deed ik echt mijn research gewoon, weet je. En zodoende, man. Maar, hey, ja, wat hij zegt, man. Het was even wennen, weet je. He was taking a piss op veel vlakken. He was taking a piss. Want we begonnen met die interview. En ik wist niet of ik met hem moest vechten of ik met hem moest praten gewoon. Want je weet toch, hij had een guy en die had een blackface masker. Hey, die shit was wel met een Moriaantje. Maar later pas ben ik gaan begrijpen wat hij aan het doen was gewoon. Hij was al, zeg maar, een kiek aan het breken op Nederlandse media en op, gewoon op alles. Kijk, Steen is een hele slimme guy, hè. Dat sowieso. Ja. Hij is een hele... Iedereen denkt, hij is gek. Hij is niet gek. Hij is een hele slimme guy. En ik was hem gewoon aan het observeren gewoon de hele tijd. En ik dacht gewoon van, oké, deze keer is op iets anders. En toen deden ze die sessie. En in die sessie doen ze ook weer
Bijvoorbeeld, was een tijdje terug, was er in een of andere flutkrant, was er een heel ding, was al nog 12 jaar na dato of zo, zijn ze nog steeds aan het huilen om die sessie. Omdat hij zegt van, hij zegt iets van, hij haat homo's, hij haat. Maar hij zegt ook, ik haat mezelf, ik haat mijn vader, ik haat het bloed die stroomt door mijn aders. Ik haat Arius, hij haat zichzelf. Het is eigenlijk gewoon een soort van duistere kunst wat hij doet. Heel duister. Als je daar doorheen kan kijken... Dat is het ook. Als je daar doorheen kan kijken, dan ga je het snappen. Maar het is wel wat hij zei. Zeg maar toen was ik bijna vergeten toen ze met die Moriaantjes aan die aankwamen. Weet je, we hadden wel iets van, hey, fuck met deze niks. Dan moeten we dit wel doen. En los van dat, maar meer van, fuck met deze geikjes. Weet je? Wat zijn ze eigenlijk mee bezig? Je weet toch, ik weet niet, maar uiteindelijk hebben we het toch wel gedaan. Maar ja, het heeft me niet gespeten. Maar kijk, weet je, het is net wat ze zeggen. Ik ben later heel goed op die jongens geworden. Mm-hmm. Weet je? En ik zie op die jongens zijn. Ze zijn totaal niet op dat, in tegendeel. Mm-hmm. Weet je? Maar het is heel, hun ding is heel extreem. En vooral extreem en shockend. Weet je wat ik bedoel? Bij welk punt dachten jullie van, oké, we begrijpen waar ze op zijn? Want nu hoor ik alleen dat jullie het op een gegeven moment hadden. Maar wat was dat punt? Dat je dacht van, oké. Kijk, ik ben uiteindelijk... Kijk, dit is een van de... Dit is, wat ik bedoel, hij is uiteindelijk de shortcaller van wat er gaat moeten gebeuren. Ik doe gewoon op dat moment mijn junta. Na die sessie had ik dat. Weet je wat ik bedoel? Ik had het ook pas lang nadat die sessie uitkwam. Weet je? En zo. Dat ik het gewoon... Nee, maar je zijn... En, maar dat heb ik met alle sessies, hè. Ik sta ernaast, maar ik besef niet echt, meestal besef ik niet echt wat er naast me gebeurt als ik ernaast sta. Bij hun was het vooral schokkerend dat ik dacht, wow. Maar het is net als, daar komen we nog op, maar er is vaker dingen gebeurd in sessies waardoor ik denk gewoon van wow, maar dat ik niet echt naar de lyrics of naar de intentie kijk van waarom doen ze dat, snap je? Ja. En... Weet je, pas later, en Steen heeft daarna natuurlijk ook nog veel meer andere dingen gedaan. Weet je, waardoor ik erachter kom van, hey, dit is gewoon hoe hij met die crowd speelt. Het zijn dingen om te shockeren. Ja, zijn crowd, dingen... media, het weet je, zijn die hele kan een video van hem herinneren bij State TV, dat hij opeens helemaal broeia wordt. Omdat er een rapper, volgens mij... Weet je, homoseksueel was of zo, en hij was helemaal para van, hé, wat zijn... Nee, maar het ging niet daarom. Het was real, maar het ging niet daarom. Het ging om een bepaalde propaganda die er wordt gespeeld. Door zo'n redactie van zo'n programma. Dat het had geen moer uitgemaakt als zo'n rapper waar ze een docu over maakte, gay was... En hij was ook nog een echte goede rapper. Maar dit was een super slechte rapper. Ja, klopt. Maar puur alleen omdat hij homo was en rapper, werd er aandacht aan besteed. En daardoor flipte hij. En ik begreep het tot een zekere hoogte, begreep ik het. Ik zou niet zo flippen, want ik understand, maar ik overstand ook altijd. Ja. Snap je? Dus... Ik zag al gewoon van, oké, dit is wat jullie willen doen. Maar bij hem ging het er gewoon niet in. En ja, whatever. En toen zijn er shits gebeurd daar zo. En whatever, man. Ja, maar ze weten ook wie ze daar zetten, toch? Maar voor die Steen en Spinal sessie is er een hele andere belangrijke sessie nog. En dat is die van Campy en Klemma. Ja! Hier moet die zijn. Kokorage. Voor jou zet ik een glaasje. Sorry. Hier moet je zijn. We zijn gesprongen naar 2008. Maar dat, sorry, sorry. 2007 was Campy en Klemma. Ik weet niet eens of die daarna maar die was ervoor. Was ervoor. Wow. Dat was eigenlijk een van de eerste sessies. Die was echt die viral. Die echt kot, die ging gewoon. Ja, die ging over 250.000. Meteen. 250.000. En ja, dat was heel Nederland zat crazy te wachten op Campy. Crazy. Ja, Campy was die tijden sowieso zo super. Ik ging dit weekend die docu weer kijken, Free Campy. Dan zie je ook dat hij daar... Ik ben benieuwd naar zijn nieuwe docu, man. Ja, man. Het is een film. Hij heeft een film gemaakt. Maar bro, die sessie... Never know. Misschien zie je die film gewoon binnenkort op 101 Bars. Kan gewoon zo, man. Hey, distributie party. Kleine scoop. Maar...
Die campy-sessie met Klemma. Waar mij vooral belangrijk was. Iedereen was aan het wachten op Campy. Campy was op dat moment one of the hardest in the streets. Dat is ook waar we echt gewoon een soort van kennis maakten met Klemma. Daarna nooit meer echt iets gezien. Maar shout-out naar Klemma nog steeds. Shout-out naar Klemma nog steeds. Ja, die ging gewoon viral, man. Een 250.000 die tijd was... Maar die was binnen no time. Nee. Unheard. 250.000 in een week. Ik reken altijd in een week. Wat doet iets in een week? Snap je? 250.000 zijn cijfers die we nu nog steeds doen. Snap je? Ja. En een hele belangrijke sessie voor de groei van 101 Bar. Samen met die van Heineken. En dan is er nog een derde sessie waar we zo meteen op gaan komen. Maar dat zijn voor mij de drie. En trouwens, ik moet die van Steen en Spinor toch ook wel bij gaan rekenen. Gewoon omdat... Wat had die gedaan in de week? Ja. Weet ik niet meer, maar ook een paar ton. Oh. En, maar een hele belangrijke sessie. En... Classic, man. Ik weet niet, man. Campy. Dat was die vieze Campy. Mijn tang is een gitaar. Ik hit notes. Hey, en ik ga je eerlijk zeggen. Sorry, maar welke sessie 101 Bars ook echt op stelt heeft gezet, is Green Gang sessie. Maar de eerste met JJ. Maar nu vliegen we ver. We vliegen van links. Ja, nee, maar ik heb zoveel. Dus nu, ja, nu zie ik om dingen. Laten we hem op chronologische volgorde doen. Ik kan dat niet eens, man, bro. Ik weet niet eens waar we zijn. Ik weet het wel. Dat zijn 2008, 7, 8. Laten we dan direct daarop gaan. De derde belangrijkste voor mij sessie en voor 101 Bars, de groei van 101 Bars, is toch die van Winnen en Vice. Dat is de eerste sessie die over een miljoen is gegaan. Is een piece Vice. En, oh, is het? Ja? Okay, ja, dus de eerste sessie die over een miljoen views is gegaan. En voor mij... Tot de dag van vandaag, hoe vaker ik het luister, hoe meer het een masterpiece wordt. En ik ken hem nu inmiddels al 11 jaar. En het is gewoon... En laatst was ik bij die tour van Winnen in Paradiso. Mm. En ik was boven op die balkon. En toen deed Winnen die tory met die verse of Vice en zo. Ik zweer, ik weet niet eens, man. Ik begon gewoon te janken als een kleine baby, man. Ik weet niet, man. Ik kon niet eens meer praten, man. Ik gewoon koeientranen, man. Ik zweer het. Ik was gewoon daar. En hey, dat is een van de... Alles die beat van GMB. Alles klopte, man. Hun... En weet je wat het is? Ze hadden een take gedaan. Volgens mij heb ik het al een keer hier verteld, hoor. Ze hadden een take gedaan... En in mijn opinie was hij perfect. One take. En zeiden, no man. We moeten het nog een keer doen. Ik zei, voor wat? No man, Rotje, we moeten het nog een keer doen. Gingen ze nog een keer doen. En dat is die tweede take, dat is die take wat jullie kennen. Yeah. Je weet toch, met nog meer emotie, nog meer gevoel. Ze waren gewoon aan het praten gewoon. En eigenlijk, hij is zo, hoe noem je dat? Hij is zo authentiek, zo tijdloos, dat vandaag de dag alles... Er zit geen tijdsgrens of zo, of tijdslimiet op. Dus ja, ik zeg je eerlijk, man, dat is mijn favoriete sessie all time. Ik heb het nog nooit gezegd, hè. Maar nu zeg ik het wel gewoon. Nog nooit heb ik gezegd, iets is... Jullie zijn jullie primeur, man. Ik heb het gewoon fucking gezegd. Ja, maar wat is zijn favoriete? Nee, maar bro, ja, die staat wel echt hoog aan mijn lijst. Die chemistry, die bars, broer. Niet om niks van andere sessies af te nemen. Sowieso was hem gewoon. Maar als ik gewoon kijk naar... Maar was het ook op het moment zelf zo? Dat je toen al dacht van, hey, G, deze sessie is buitenaards? Ik heb die sessie toen al... Toen we gingen editen en zo. Ja, bij die edit hebben we wel al iets van. Dit is wel heel erg dik, je weet toch? Maar die tijd waren we vaak gewoon samen in die edit gewoon, weet je. Dus die toffe sessies keken we soms gewoon 10 keer, 15 keer gewoon van, hey, dit is hard. Maar dan moest het ook echt hard zijn. We hebben dat niet vaak bij sessies gehad, weet je. We hebben het een aantal keren gehad. Ja. Weet je, bijvoorbeeld wat hij net zei, die Green Gang. Dat komt daarna, volgens mij is dat 2009, als het goed is. Dat was voor mij ook 8, man. Dat was 9, dat was 2008, man. Die beat ook, man, met die viool.
Van Green? Gewoon, nee, gewoon ik winnen Vice. Oh, winnen Vice. Ja, ja, van ja, GMB, ja, man. Allee, die is echt classic. Maar ook zo'n sessie dat... Wow, kijk, we zijn nu, net wat je zegt, 10, 11 jaar verder. Is gewoon als wij. En je kan bijna nog gewoon die teksten meerappen, weet je. Ja. Kijk, en het mooie dat is... Dan heb je een, voor mijn gevoel, een fucking dope sessie. Dat wanneer je... Ja, dan is het een classic. Dat wanneer je fucking 10 jaar verder bent of jaren verder bent. Dat je nog precies weet. En met veel gehossel, je weet toch, hij staat op Spotify. En hij heeft veel streams gepakt voor een oude sessie, dankjewel. Man. Dankjewel. Je weet toch, dankjewel GMB ook gewoon. Je weet toch, het moet zo zijn. Je weet toch, maar het is altijd moeilijk met die sessies op Spotify krijgen. Omdat er zijn zoveel producers die erbij komen kijken. Dus elke, die onderhandelingen en goedkeuringen, clearances. Er zijn niet eens echt onderhandelingen, maar mensen moeten het kleren. Ja, weet je, en managers zijn traag, dit, dat, ze zo. Dus heel veel mensen vragen me van, hey, waarom komen die en die sessies? Er zijn twee redenen. Of het is niet gekleerd. Internetbeat. Of iemand heeft een internetbeat gepakt en we willen geen strikes en rare dingetjes op Spotify vangen. Maar we doen ons best, weet je, wat kan komen. Maar ik ben zo blij, ik ben het meest blij om die sessie, dat die sessie. En ik ga ook proberen om nog een paar van die oude sessies online te krijgen. Voordat we naar... Zie je, want ik zei je, jij moet je research doen. Maar je moet je research niet doen om de oude tijd. Want de oude tijd weet ik nog. Nee. Het gaat mij om... Ik begon het te verliezen na 2011 of zo. Maar nog een hele dope sessie. Die ik persoonlijk echt heel hard vind. Is de eerste van Unique, man. Hey. Ken ik niet. Ja, maar ik ga je een van de illes. Unique vind ik ook echt een van de, samen met de nigger als Sugar Cane. Van, als je het hebt over de old school, die old school gasten, snap je? Dan zijn hun wel, staan hun ook wel een beetje bovenaan mijn lijst. Kleine jongen natuurlijk. Kleine jongen heet het, toch? Kleine jongen. En die disses, die waren ijs. Nee, man, die shit met Most Official, die Most Official shit. Altijd sowieso, en zo Sugar Cane ook, je weet toch. Maar die dingen waren heavy. Maar die shit ook daarvoor, je weet toch. De Rotterdam. Bro, ik ga eerlijk zeggen, Unique heeft die hele Rotterdam movement. Hij heeft het op zijn gezet, een beetje. Ga je eerlijk zeggen, die solo binnen, van... Die Rotterdam remix, toch? Nee. Die origineel. Ja, die origineel. Die origineel was heavy, hè. En ook voor... Hey, we breiden de Amsterdamse grachten uit. Dom. Je moet horen wat die pokoe is zo koud. Die beat is ook zo koud. En ik als echte Amsterdammer. Ja. I felt some type of way. Ja, precies. Maar toch vond ik het dope. Ga niet voor je lichaam, man. Toevallig, ik was laatst met Unique. En elke keer als ik hem zie, moet ik hem... U weet toch, meestal als ik hem zie, heb ik hem een tijdje niet gezien. En ik heb hem nu twee keer achter elkaar gezien. Maar de eerste keer was op een hele slecht moment. Dat was, nou, je weet toch, onze broeder. Maar een paar weken daarna zie ik hem weer. En toen begon ik weer gewoon van, B, je hebt ons gepakt. Maar hij weet het. Mij heeft ons gepakt. Met die, en niet dat het was ons om hip-hop shit. Het was niet van een dis... Het was ons zo'n... Rotterdam is er. Ja. No, maar het was ons zo'n mental hip-hop shit. En ik ga je eerlijk zeggen, wat dat betreft, wat... Zie, ik moet het goed zeggen, want anders gaat deze quote de hele tijd gepakt worden. En dan wordt het tegen me gebruikt. Nee, maar Rotterdam heeft wel altijd de sport van hip-hop. Weet je, as in lyrics en zo. Zijn ze altijd on top geweest gewoon. En Amsterdam heeft... Maar Amsterdam is een hele andere soort stad. Een hele andere vibe gewoon. Precies. En ze zeggen dat Rotterdam heeft iets New York-ish. Klopt. Ja, ik vond Rotterdam... Ik snap wel wat je broer zegt. Vroeger had ik altijd het idee van... Hey, iedereen in Rotterdam luistert naar Mobb Deep, naar Wu-Tang, naar gewoon echt New York shit. Gewoon goddess shit, weet je. En wij in de Bimmeren luisteren No Limit, 36 Mafia. Wat je bedoel, je weet toch? Klopt. Andere Mafia. Ja, klopt. Weet ik. Ja, we luisteren ook naar die shit, naar Mob en zo. Maar we hebben wat juice. Meer diversiteit. En, alleen in Amsterdam zelf al kon je vroeger die buurten van elkaar onderscheiden. Noord, Jot, Belmer. Ja, Noord. THC deed dat een Westside ding. Nee. Maar dan had, je weet toch, had je in Zuidoost. Wij waren echt fully op die Southside shit. Ja, weet je? Daarom moet ik zeggen, ik maak trap music vanaf 99. Facts.
Trap music. Southside, ja, man. Been on that shit. Been on that shit. Weet je, maar je had ook gewoon andere je weet toch, mannen in Oost deden hun dingen. Je weet toch, mannen in West. Maar ja. Was nog meer een sessie voor jou, Dredd? Want je hebt het over oude sessies? Ja, nou, gewoon in het algemeen. Welke zijn nog blij? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of het de laatste sessie van hem was, maar die van Fresco. Mm-hmm. Die beat van Kodak. Ja, Kodak. Kodak. Ja, hou op, man. Die is een van de nieuwere sessies. Dat ik denk van, hou op, man. Dit is toch wel die shit, man. Dit is een instant classic voor mij. Weet je wat ik bedoel? Je weet wel. Maar ik ben ook een guy. Ik hou gewoon van rap shit. Weet je wat ik bedoel? Kijk, en helemaal tijdens sessies. Kijk, bij een pokoe maakt het me niet uit als je me gewoon de juice geeft. Weet je wat ik bedoel? Maar bij sessies wil ik gewoon de reel van je hebben. Weet je? Geef me die bars. Geef me die Sunny gewoon. Weet je wat ik bedoel? Geef me die bars dat ik denk van, oh my fucking god. Ja, gewoon. Ja. Maar ik moet nog even een shout-out geven aan Dredd, toch? Kijk, Dredd werkte bij 101 Bars. Dus hij was my guy. En dan bijvoorbeeld ging je meedoen met een megasessie. Die megasessie van 2012 heb je kapot gemaakt. En luister dan. Ik keek gewoon altijd gewoon naar hem. Gewoon van. En ik was op hem. Want hij was 101 Bars. Dus ik was van nigger. Nu spang. Nigger. En altijd. Maar koud. De mega sessie van 2012 kwam je out of the blue ineens. Love up, man. Ik heb veel props gekregen. Met mijn b-boy stand, met dikke man. Ik weet het niet meer goed meer. Ja, ik vind het dan love dat, weet, ik ga eerlijk zeggen, van die sessie, ik krijg heel veel love nog steeds door de dag van vandaag on the streets, je weet toch. Dus SO sowieso naar die sessie. SO naar iedereen die in die sessie waren. Weet je ik ga verder. Sowieso SO naar Krullen. Je weet toch, ik heb hem. Hij wou toevallig niet mee. Want hij vond zo'n. Weet toch. Hij had niet geschoren, dus hij wou niet mee. Maar hij shout-out naar Krullen. I see you, my little bros. Nog steeds Dredd. Ja, nu komt het allemaal weer terug, toch? Ja, 2009 was Green Gang. Weet je waarom ik dat zeg? Omdat Green Gang kwam. En die sessie ging sowieso de meest viral sessie van die tijd. Die was erg heavy. Die kan haten op mij. Maar ook JJ, weet je weet toch? Jaga, je weet toch? Hij was. Kijk, wij kennen Jay van de buurt gewoon. Ja. Gewoon van de Bimmerin. Maar zeg maar, naar de buitenwereld toe. Dat was de eerste dat mensen ook zeg maar echt een beetje van JJ zagen, weet je. En hij was nog echt jong. Wat je wat ik bedoel, je weet toch? Hij was ook echt jong. Maar hij was hem ook al talent van de week gemaakt, ja. Hè? Oh ja, klopt. Was hij 14 of 15, was hij talent van de week. Maar toen kwamen. Eigenlijk was zeg maar waar de Green Gang gewoon uitgenodigd en we wisten niet wie zou komen. En eindstand kwamen gewoon F.I. en J.J. En het ging zo viraal. Maar kijk, die ding was. Hun hadden al een naam in de streets, maar niemand had er gezichten bij. Yeah. En dat was die sessie waar die gezichten erbij kwamen. Ja, ik ken J.J. gewoon als kleine boy op een crossfiets. Zo, dat is de eerste wat ik in mijn hoofd heb. Gewoon baaf, fietsen in Holendrecht. Dus ik dacht gewoon van, ja, dat is de streets. We moeten dat bij 101 Bars hebben. En dat hebben we gedaan. En super viral. Maar dat jaar was ook een heftig jaar in Zuidoost. Er waren volgens mij ergens tussen de 20 en 30 shootouts. Dat jaar in 2009. Rest in peace, Weezy, man. Toen was ook Ismael Gums en maar veel meer mensen ook, hoor. Ja, maar dat was eigenlijk. Ismael Gums was eigenlijk die druppel die de emmer deed overlopen. En toen had je die Gikkels remix, toch? Ja. Had je? Doofpot. Dat was een beetje de harde antwoord op die pokoe. En dan had je Ik Ga Verder. Ja. Dat was de positive vibe, de positive message. Dus het sluit allemaal op elkaar aan wat er die tijd kwam vanuit de Bijlmer. Maar precies op die manier herinner ik... Sowieso, shout-out ook naar Robert Koblijn, Bijlmer stijl, je weet toch? Kijk, je ziet zelf, man. Ja, man. Hey, Bijlmer stijl. Zelf wat ik bedoel, die stilo is nog steeds Bimmeren, weet je. Je weet toch? Dus doe het sowieso. Shout-out naar heel de fucking Bim, man. Ook
het, sowieso, dat is even los van een ja, bars. Ja. Maar ik kan gewoon een shout-out doen aan Bimri, man. Sowieso. Ook naar die jongens van de Bimri. Ik zie iedereen. Ja, wat je wat ik bedoel? Zeg maar, toen wij deden, toen stonden een beetje aan het begin ervan. Ja, toen waren we ook nog jong. Ja, onze eerste shit was New School MC's, je weet toch. Ja. Maar ik heb ook die evaluatie gezien van toen naar nu. Ja. Ja, weet je wat onze shit altijd was? Was van, hé, kijk, we doen onze shit omdat... We hebben enigszins ook iets van, hey, they don't like us. At the end of the day. Yeah. Wat je wat ik bedoel? Kijk, dingen zijn nu anders. Dan heb je, we snappen dingen wat meer. Maar vroeger, weet je, natuurlijk, iedereen probeerde ook Sanis. Wij probeerden ook Sanis. Daarom shout-out naar Robbie, shout-out naar een man als Spliff. Toen niemand geloof had, waren er heel weinig mensen die wel trots hadden. En als dat bijvoorbeeld 101 trots had in zo'n nigger. Wat je wat ik bedoel? Je weet toch, en at the end of the road was die mentaliteit gewoon, they don't like us, dus we moeten het zelf doen. Wat je wat ik bedoel? En om te zien hoe Belma is geëvalueerd van die tijd naar nu, kan ik alleen maar lof hebben. Dus iedereen in de BIM, een shout-out, ik zie je, doe het. En even om terug te komen op die sessie van Green Gang. Wat je wat ik bedoel? Waarom ik het ook extra heavy vond? Die sessie was best een lange sessie. Ik weet niet hoe lang die sessie was, toch? Ja, was lang. Bijna 15 minuten. En ik ga jullie gewoon wat vertellen. Weet je, bro, niet elke sessie die daar ziet is zo'n one take. Is niet erg. Snap je, is niet erg. Het is tv. You get me? Heel goed, cool. Maar die motherfuckers die wel one takers bossen, snap je, die verdienen ook een extra shout-out. En dat was zo'n one take. Ja. Wat je bedoel? Bro? Dat was zo'n one take. Maar snap je? Er is nog steeds iets in die sessie wat ik niet snap. Ik heb het miljoen keer gerewind. Die draai van hem. F draait. En die draait. Het heeft een kabel, die koptelefoon. Ja, hij zou om je nek moeten zitten. Maar die kabel kwam precies op dezelfde plek terug. Wat doe je dan? Nee, maar gewoon logica. Ja. Ik moet die even weer terug checken, man. Maar dat was een legendary screen. Vriend. Kijk hier. Zeg je wat ik als deed? Als ik nu draai met mijn hele lichaam en dit zit aan mijn oor vast, toch? Die kabel moet om je heen draaien. Bro, die shit is precisie. Nee, maar er was zoveel in die sessie wat ik grappig vond. Gewoon ook die PC dat F zijn eigen mic laat gaat hebben bij JJ. Van oké, dit is die mic nu waar we in gaan spitten. Zulke kleine dingetjes denk ik van ja. Die money was gewoon super natuurlijk. Weet je wat het is? Harde log. Dat is het belangrijkste. Ik ga je eerlijk zeggen, meestal de sessies waar mensen gewoon komen om gewoon in een vibe te zijn, dat zijn de hardste. Ik haat het ook wanneer. Weet je, het is al lang bekend, weet je, niet alles is een one-taker, maar ik haat het wanneer mensen in een goede vibe zitten en ze maken één foutje en dan na die sessie zeggen ze, alsjeblieft Roodje, laat me opnieuw. Nee, die eerste, en dan ben ik ook zo, het gaat niet beter zijn. Want de volgende sessie, ik ken het al, mijn reactie naar jouw muziek gaat niet oprecht zijn, want ik ga gewoon met mijn hoofd bouncen, want ik heb het al gehoord. En die eerste energie is altijd de beste, ook heb je een fout gemaakt. Als je een live show doet, maak je ook wel eens fouten. Maar je gaat ook niet zeggen van tegen de crowd van, hey, we gaan even opnieuw. Laten we nog even in de oldschool vibe hangen. Welke oldschool sessies blijft er bij jullie? Ik zeg je eerlijk, ik begon 1-1 bars te checken toen Hef langskwam. Met de rode pet, de Supreme pet. Crooks, man. Shout-out naar Crooks. Ik zag hem niet snoeren, man. Maar hij noemt wel eentje op, man. Bro, toen Crooks kwam. Shout-out naar Crooks voor die, man. Zo shout-out ook naar Hef en Atje. Hij was jong, boy. 16, 17. 15. Wat ik mooi voor die sessie vond, is dat je gewoon ook Hef en Atje gewoon ziet. Dus ze zijn gewoon blij om te zien hoe hun broertje gewoon kapot maakt daarachter die man. Had jij hem een keer verteld? Nee, dan? Hun wisten niet wat hun broertje zou gaan doen. Dus ze waren zelf even shook. Geschokkeerd. Ze dachten, hij gaat de 16 bar gooien, maar hij gooide gewoon op bankoe. Maar hij begon in één keer te gaan, man. Crooks, de prins. Die was eng, man. Crooks had daar echt een stempel neergezet van G. Raar. Zo van, je hebt Adje, maar je hebt ook nog... Snap je? Mijn broertje ging toen hem, man. Maar Crooks nog steeds tot de dag vandaag een hele goede, gruwelijke MC, man. Ja, zeker, man. Zeker. Hij heeft niet de volle potentie eruit gehad, weet hij zelf ook, weet iedereen. Is zonde, maar hij is nog steeds, je weet toch, wanneer het aankomt. Ik snap dat gedeelte, snap ik nooit. Maar als mensen dat altijd zeggen, van... zonde. Ja, we beoordelen het op basis van bereik. Alsof die nigger er niet meer is, of zo.
Weet je wat ik bedoel? Ik bedoel, van misschien maakt hij morgen wel een pokoe en dan luistert heel fucking Nederland. En begrijp, hij is... Ja, maar dan hebben ze heel veel tapes of zo. Het is een... Echt heel maar hij is 25, ja? Ja, en ik ben het. Ik sluit me helemaal bij Dredd nu aan. Gewoon, fuck bereik. Want bereik... Als het gaat alleen maar om bereik, als het gaat alleen om bereik, gaan we nu alleen maar formule-hitjes luisteren en allemaal kutmuziek gewoon. Ja, ja. Want al die shit wat veel bereikt, niet alles, maar laten we zeggen 85-90% wat veel bereik heeft, is shit. Ik zeg het. Oké, okay, ja? Maar ik... Het is formule. Maar oké, okay, bereik is dan misschien het verkeerde woord, maar... Als ik Armin moet steunen, ik vind ook niet dat hij zijn potentie eruit heeft gehad. Want hij kon ons meer geven. Hij heeft ook gewoon niet consistent gedropt. Ja, daarom. Bijvoorbeeld wij die van ons gedoopt. Hij heeft ons niet genoeg gegeven. Hij heeft nooit echt een plaat gebracht. Ja, waarvan je denkt van, oké, dit is een plaat. Precies. Ja, in absentie vond ik die tijd dope. Maar het was ook niet, weet je, omdat je... Maar het was ook voornamelijk omdat je het... Automatisch ging meten met het succes van Hef en Atje, maar hij kwam uit die hoek. Kijk, de doomste project van Crooks vind ik die wat hij met zijn brother heeft. Freddy en Bondi. Is een fucking harde plaat. Ja, ja, ja. Maar dan is het weer op Freddy en Bondi. Het is niet weer een Crooks alleen. Ja, maar daarom vind ik bijvoorbeeld die ene tune van hem heel dik. Waar hij het heeft over broertje van ik ben een broertje van. Wat je bedoel? Omdat je moet begrijpen, hij heeft twee brothers die mensen gewoon kennen. Hij heeft Atje, hij heeft Hef. En dan gaan mensen automatisch van, oké, jij komt, maar je komt niet harder dan je brothers. Wat je bedoel? Ja. Je komt wel verwachtingspatroon, helemaal naar die sessie. En af en toe moet je een artiest de ruimte geven en misschien ook af en toe een beetje de tijd geven om iets te maken. Kijk, het is niet net wat je zegt, het is geen formule guy. Dus dit is misschien wel een guy die wel gewoon zijn tijd neemt in de studio. Mm-hmm. En misschien voordat hij iets uitbrengt gewoon... ik weet niet of hij zo werkt, maar ik zeg zomaar iets. 30 pokus maak je van die 30, 10 uiteindelijk gaat brengen. Mm-hmm. Wat je ook doet, maar gaat het proces vanaf, weet je? De dingen die je tegenwoordig heel veel ziet, en ja, het werkt, oké. Okay. En iedereen doet gewoon zijn ding, Sharon, iedereen die zijn ding doet. Wat je ook helemaal als je brood ermee pakt. Maar besef dat mensen die bezig zijn met muziek maken op een vooral artistieke level, snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Daar gaat gewoon tijd in zitten. Ja, maar dan moet er wel nog steeds wat uitkomen, toch? Dat is dat je moet de wereld laten weten. Ja, je moet de wereld laten. Want als je bijvoorbeeld zou zeggen, oké, Kevin, hem zal je ook geen formule guy noemen. Hij is ook nog steeds een rapper, maar hij brengt nog steeds uit. Hij blijft nog steeds enigszins consistent. En weet je wat het is? Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Jullie zijn gasten, jullie zijn in de scene. Jullie komen de studio binnen, jullie groeten, jullie zeggen, laat me horen wat je hebt gedaan. En je denkt, shit man, deze man is nog steeds een van de hardste. Maar heel Nederland... Ziet die output niet. Besef me, begrijp me niet verkeerd. Ik snap wel wat je bedoelt. Oké, maar toch kon je net zeggen dat Heineken een van de illes was. Hij heeft ook niet veel uitgebracht. Maar ik wacht nog steeds op die Heineken-album. Ja. En ik zweer het, ik ga hem pompen. Ja, en kijk, en daar is weer dat ding. Jullie weten het, maar iemand anders die ook misschien van hip-hop houdt, weet dat niet. Oké, dom voorbeeld. Omdat hij zeg maar niks meer... Heel dom voorbeeld. Ik heb laatst ergens gelezen... Styx gaat een nieuw album uitbrengen. Mm-hmm. Vat je wat ik bedoel? Styx heeft koude lang niks uitgebracht. Yeah. Vat je? Maar ik durf te wedden dat hij een dusdanige following heeft. En mensen die daar gewoon toch op zitten te wachten omdat ze weten... Sowieso. Maar nu zeg je sowieso. Styx is wel weer anders, bro. Styx blijft nog steeds enigszins relevant. Ja, en Styx heeft wel heel veel gedaan ook in zijn... Styx heeft met zijn collectief een Ziggo Dome weten te vullen. En heeft een stempel achtergelaten op een generatie. Styx staat op Moola Base tape. Snap je? Styx staat ook op tape. Nieuwe rappers zijn ook nog steeds... Styx staat ook op Kevin's tape. Oké, dat weet ik toevallig niet. Het maakt niet uit, maar ik heb het gewoon over gasten... Ja, snap je? Dus. Hij is relevant. Ja, hij is nog steeds... Sorry, dan misschien neem ik hem... Misschien zeg ik dan nu zomaar iets, maar dan misschien ook niet. Want dan wat dingen wat je nu dus zegt, dat zijn dingen die ook pas zijn uitgekomen. Maar hij heeft een hele lange tijd... Van je broer heeft hij ook niks van zich laten horen. En je kan ook gewoon... Je zou ook op zich... Maar nu zeg je, nee, Styx... Maar op zich zou je ook kunnen zeggen, ja, zijn tijd is geweest. Ja, maar hij heeft albums uitgebracht, bro. Yeah. Albums, tours, mensen hebben herinneringen met hem. Hebben echt dingen gedaan. Met Crooks, snap je? Minder. Maar nog steeds, we moeten door. We hebben weinig tijd. Yuki, nog een andere sessie die jou is bijgebleven. We hebben het over Oldschools. Zwart licht, ja man. Waar Akwasi helemaal gek ging. Flash, man. Helemaal gek. Nee, man. Shana Leroy. Ja, man. Shana Hazy. Dat was een sessietje, man. Ja, man. Maar hoe was het? Want jullie, volgens mij, die tijd hadden jullie niet heel veel, per se heel veel grime of die type. Nee, we hadden Noise Boys, je had Zwart Licht. Skinto. Je had een paar, hoor. Er zijn nog misschien een paar.
Ja, Drent en Krullen deed die shit ook. Ja, dan mag je Enoe Barcelona's ook nageven. Jullie hebben veel items en clips uitgebracht op UK Rap toen helemaal niemand nog erop was. We hebben Wiley. Hey, gisteren die... Dat moet je ze aangeven. Oké, nu gaan we weer terug. We hadden eigenlijk verder gaan, maar we gaan weer terug. Begin 2007 of zo, vroeg, net voor de zomer of zo. Dit is 2007, dit is 12 jaar geleden. Ja, ik ben met Young Dread, ben ik in Londen. We hebben iedereen in die document. Oké, bij deze. Wanneer? Dit komt deze week. Ja, oké. Oké, ik ga die documentaire. Fuck it, ik ga het gewoon online gooien. Ik ga het proberen online te gooien binnen nu en een week. Kijk niet naar die beeldkwaliteit. Ik ga ook meteen zeggen, neem me niet kwalijk. Het is gemaakt in mijn stageperiode. Ik was nog niet op die level dat ik nu ben qua programma en televisie maken. Weet je wat ik bedoel? Ik durf te zeggen dat ik nu een baas ben. Was ik vroeger nog niet. Ik was een leerling. Maar we hebben goud gemaakt in die tijd. We hebben iedereen. Dus van een Skepta die nog niet bekend is. Van een Gets. Chipmunk. Wiley. 12 jaar geleden, wauw. Ja man, bro. Ja. Iedereen. 12 jaar geleden, we hebben een documentaire, dat ding duurt bij elkaar, is in twee delen, is 1,5 uur footage wat we hebben gemaakt en het is zo gangster. Gaat kijken, en zo hebben we Nederland aan UK rap geïntroduceerd en aan grime vooral. Je weet toch? Fact. En wij waren al een soort van fan van UK shit die tijd. Kijk broer, ik ga eerlijk zeggen, kijk, grime is sowieso een ding dat heeft mij... Sinds Mo Fire Crew en shit, weet je, dat heeft die Tory gewoon een heel erg invloed gehad op mijn Libby, bijna. Wat je wat ik bedoel? En later met die Roll Deep shit, ik noem maar op dingen. Jullie zullen het waarschijnlijk misschien niet eens kennen, maar op een gegeven moment waren we ook gewoon aan het praten over dingen. We waren bepaalde sannies aan het kijken op internet en toen hadden we gewoon iets van, hey, dit is iets wat wij moeten, dit is gewoon iets wat we moeten doen. We moeten naar daar gaan en al die gasten daar linken. En die tijd waren we goed met shout-out naar Bang Bang. Shout-out naar Bang. Wie is dat? Ken je Bang Bang nog? Die poëet. Nee. Hij werkt met Cubus en Cubus. Ja, toch? Ja, oké. Zeg maar, fuck. Voordat hij met Cubus fuckte, wat jullie bedoelen? Was die tijd. Dus Bang Bang, hij heeft gezegd, ja, als jullie dat willen doen, dit en dat, zeg maar, dan join ik jullie dit en dat. Wow. Wij hadden iets van, weet je wat, we gaan het doen. Mensen praten, maar je weet nooit of... Oké, nu, we zijn Schiphol. Gangster. Bang is daar. Weet je wat ik bedoel? We gaan naar de UK. Op zijn eigen kosten, hij heeft gewoon gezegd van, hey, luister, jullie willen die UK shit doen? Ik ga mee, zodat jullie de juiste footage gaan maken. Maar hij zei ook, ik laat jullie met één guy kennis maken. Als ik weet dat die link daar safe is, laat ik jullie met rust. En ik zeg je eerlijk daarom, shout-out naar Bang Bang. Hij heeft niet gelogen. Wie was die guy voor jullie linken? Desi G. Desi G. Desi G was op dat moment... kennen jullie... hoe heet ze? Miss Dynamite? Ja, Miss Dynamite. Ja. Vroeger, grote hit. Ja. Miss Dynamite, het vroeger grote hit. Hij heeft Miss Dynamite gebracht. Hij heeft... hoe heet die? Bashi, ja, werkelijk. Gewoon heel veel grote artiesten uit dingen, maar ze OG. En hij was gewoon heel erg linked op met iedereen achter de schermen. Hij was gewoon achter de schermen. Maar dus hij was de plug om naar de rest. Ja. Gangster. Maar hij was dus zeg maar, hoe je een Gaetan of een Farid of weet ik veel hebt. Maar dan gangster. Van die nigger heeft time. Hij heeft time gehad. Wat je bedoel, hij heeft time achter zijn rug, alles. Als je die nigger ziet op de... Is een enge nigger. Dus iedereen die hij belde... Was van, ja, natuurlijk, man. Ja, ja. Wat je bedoel? Zonder nadenken, gewoon van Desi. Ik heb een paar mannen hier uit Amsterdam, ze willen... Ja, dus de helft eerst uitlegde van, ja, maar jij belt dus goed, man. Ja, snap je? En we waren toen gewoon de top. En die foto was... hij had ons ook gezegd van, kijk, dat maakt niet uit wie jullie gaan nemen, maar er is één guy, die moeten jullie. Dat zeg ik gewoon. Wie? Toch? Chipmunk. Hoe je dit nu zegt, besef ik dat Chip zijn comeback gruwelijk is. Als dit 12 jaar terug is en hij nu zeg maar weer on top is van... Chip was vroeger met de guy, zo double S. En eigenlijk dachten wij dat hij die nigger zou worden. Ik zeg je eerlijk, ik dacht... Ja. Waarom dachten jullie Breng die doken online, maar ik wil het echt... Als je die doken ziet, dan ga je begrijpen. Als je die doken ziet en je ziet die hongerigheid, dan ga je denken, double S is die guy. Skepta, nee, maar Chip is helemaal... Skepta nog, jongboy Skepta. Spano, classic 101. Wat is jou nog nagebleven? Gewoon sinds die grime-tour dat jullie dan zeggen, ik heb die 101-sessie van Zwart ligt zo erg in mijn hoofd.
Maar Zwartlicht, nee, als je Zwartlicht... Zwartlicht was hard. Zwartlicht was ook talent van de week. Ook. Hey broer, laat me iets vertellen over het talent van de week. Sorry man. Ja, doe je. Daar zijn heel veel rappers uitgekomen. Mr. Polska was talent van de week. Ja? Lil Kleine was talent van de week. Je broer. Snap wat ik bedoel? Je broer was talent van de week. Snap wat ik bedoel? Zwartlicht. Ronnie Flex. Ronnie Flex. Ronnie Flex is talent van de week. Joey AK. Ja. Er zijn om in namen. Ja, om weet wat dat ene in bars weet wat ze doen. Sowieso, jullie hebben sowieso talent. Sowieso, die bevestiging hebben jullie niet nodig. Seven's eerste sessie, dat is gewoon... Ja, bro, die ons met Mellies. Ik heb het over de 101's die toch gebracht. Die 101's waar je aan het begin zo... DHC, DHC. Over die 101's. Ik ga even naar... We waren bij 2009 gebleven, 2010. Mag ik eentje opnoemen? Ja. Lexus en Kleine Vizierik, man. Ja. Yes! Café, I mean, man. Don Dada. We zijn nu een paar mensen die gaan denken wat de fuck is. Ja, ja, Café Café. Ik ben geen mooi boy. Dat is die sessie. Shout out naar Café, man. Dat is die sessie. Shout out Lexus ook. Dat is die sessie en ik kan niet zeggen. Café kwam heel erg sterk. Café is een van mijn favoriete MC's ooit in Nederland. Ondanks dat hij weinig heeft uitgebracht. We kennen die takkie wel. Maar Café, toen hij daar kwam, was het echt van... Wacht, tempo, man. Wie de fuck is die kleine kill eigenlijk? Ik zie Lexus nog kijken van ja, man. Ja, ja, ja. Bro, die man heeft panty op, hij heeft niet eens harder in. Shout out naar Café, man. Donderlok, man. Maar Café was sowieso echt... Die tijd... Niemand is beter dan mij toen hij daar kwam. Maar je weet toch, hé... Nu we het toch over Café hadden. Laspak, die twee mans ja, waren maar de sessie. Waar hij ging freestylen. Mensen onderschatten die sessie. Die sessie is ook fout. Nee, helemaal gefreestyled. Ja? Bro. Ja, de hele sessie man. Ja, broer. Ja, hele broer, sessie. Ja, trouwens, broer. De eerste freestyle sessie. De eerste freestyle sessie bij 101 Bas. Helemaal freestyle was Minitalk. Oh ja, ja, ja. Was hij helemaal freestyle? Ja, ja, helemaal freestyle. Ja, 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 applaus voor Minitalk. Ik ga hem ook opschrijven, man. Iets wat. Vandaag hoor die dag. Ik ga naar Oslo, ga weer die oude iets wat mensen niet weten. Kijk, we hebben gewoon nog een keer geprobeerd. Misschien anderhalf jaar terug. Hebben we Minitalk weer in een sessie gehad. Ook helemaal freestyle. Maar toen hij het terug zag, was hij niet tevreden. Je weet toch? Dus we hebben het nooit uitgebracht. Mm-hmm. Maar ik hoop, je weet toch? Als Minitalk dit ziet. Je weet toch, we moeten het gewoon anders... Again. Je weet toch? Ja. Nog een keer, je weet maar, toch? Maar hoe kwam dat ter sprake? Kom hij gewoon en zei, hé bro, ik ga die hele sessie freestylen. Mag ik nog iets anders uitleggen van 101 Bars back in the days? De eerste paar jaren. Mensen kwamen niet voorbereid naar 101 Bars. Ja, man. Niemand kwam met een beat. Wij hadden gewoon een harde schijf. Ja, man. Met om in beats. Ja, en de man, mensen broer. Kwamen gewoon van... Kijk, man. Zet die. Niemand kwam met, nu is alles helemaal primair. Toen was het gewoon van, mensen hadden poko's bij 101 Bars. Vroeger waren het gewoon serieus. Ik zeg je eerlijk, bars, ik mis toch wel die tijd dat er internetbeats gebruikt werden. Want je kreeg een hele andere vibe. Mob Deep beat, die is kan allemaal gebruikt ook. Je kreeg een hele andere vibe. Nu is het van, oké, ze komen met de eigen poko. Maar daarvoor had je van, oké, deze beat ken ik. Deze track van die beat ken ik. Maar deze guy komt anders door. En in basis vroeger competitie, nu is het denk ik promo meer. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Competitie als in van... Ja, ja, maar er zijn mensen die... Nog steeds de sport respecteren, want dan ga je zo meteen, maar daar komen we straks op, dan ga je zo naar een Mokromaniac en zo. Ja, maar die sport nog steeds respecteren. Zeker. Ja, true. Exclusieve shit gooien, net zoals aan Lijpen, die exclusieve shit gooien. Klopt, ja, klopt. Ik vind dat hard. Als ik praat over de nieuwe garde, maar dit is heel interessant, want nu pas komt het in mijn hoofd. Vroeger, wauw, zie je, ik begin echt daar werkelijk gewoon een beetje oud te worden. Vroeger, mensen kwamen onvoorbereid naar fucking 101 Bars, man. Maar op welk moment is dat een vraag? Op welk moment dacht iemand van, hey bro, ik kom met mijn eigen beats? Of... Ik denk cijfers, man. Oh ja, kijk, nee, op een gegeven moment werden... Of hebben jullie die hele internetbeats aan is, werd toch op een gegeven moment een soort van dingetje? Nee, maar daar is het niet gebeurd. Ik ga je eerlijk zeggen, ik denk... Green Gang kwam met een hele pakketje voor zichzelf. Maar ik denk niet dat daar het al is gebeurd. Maar dat was de eentje die groot was en die helemaal, zeg maar, hun kwam gewoon... Gestroomlijnd. Hier, dit is waar we op gaan rappen. Pap, pap, pap. En het is zo dik gegaan. Bam.
Daarvoor, Winnen en Vice hadden ook al gewoon, hun hadden die beat van GMB al. Dus het was al, sommige mensen kwamen voorbereid, maar heel veel mensen kwamen... Ja, maar ze deden nog geen pokus, like echt. Nooit gedaan, maar dit ziet er aan uit. Zeg maar, Green Gang. Filmen? Green Gang had enigszins hier en daar wel een tjoentje, weet je, in die sessie, maar... Mensen kwamen nog niet met tunes die zometeen uit gaan komen. Wat je? Maar, het was gewoon nog een beat. Uiteindelijk, dat is ik ben er mede verantwoordelijk voor. Dat is gebeurd. En ik ga je zeggen waar dat is gebeurd. Dat is gebeurd bij Hydra Boys. Beldijn. Zwartlicht was trouwens, eigenlijk... Trouwens, dat is ook een sessie. Wat? Sorry, man. Oh. Shout-out naar Hydro Boys. Wacht. Daar kwam Mokromaniac met een rare verse. Die dubbel M. Oké, luister. Ik ga nu goed vertellen. Kijk, Zwartlicht was de eerste waarvan ik dacht van... Oké, hun doen pokus in die sessie. En ze worden daarna ook gewoon een soort van hits. Hij is in de building daar gaan. Nee, Zwartlicht. Oh, Zwartlicht. Zwartlicht. Ja. Maar dit is hoe ik bijvoorbeeld Hydro Boys op een gegeven moment heb uitgebracht. Ze deden die sessie en die in de building pokoe heeft mij gepakt. Broer. Later SBMG. Laat me die Hydro Boys door die mooi geven. Die Hydro Boys al, tenminste, een mannetje als Mokro en... Wat was hij van de buurt, een mannetje als Mokro en Hydro. Ja. Ik weet, die waren met KB's Purple City, toch? Kijk, je weet, je kan niet iedereen daar zetten. Snap je wat ik bedoel? En ik snap het. Wij hadden altijd het ding. Er zijn bepaalde redenen waarom je uitgenodigd kan worden. Ja. Eén is, je hebt koude veel talent. Wat je wat ik bedoel? Daar hoef je nog niet eens per se een heel grote fanbase te hebben. Maar neem de fout. Twee, je hebt je eigen fanbase al opgebouwd. En drie, we zien gewoon van actief. Je neemt je shit serieus, je bent actief, we zien je overal, van je speelt jezelf in de kijker, wat je wat ik bedoel? En kijk, Hydro Boys was enigszins lokaal, vooral Kruin, je weet wat ik bedoel, nou was nog niet eens Hydro Boys, Purple City, snap je wat ik bedoel? Maar ik hele tijd van, hé broer, die mannen van maar die mannen moeten meedoen, maar kunnen ze nog niet, wat je bedoel? Op een gegeven moment, er was een keer wat uitgevallen of whatever. Dus ik bel Dro meteen, weet je, Roe, Roetje, Hydro. Van, hey broer, zo breed, zo smal, zeg Mokro, woop. Hij holt me terug van, ja man, City, ik neem RQS mee, ik zeg hem City, weet je wat ik bedoel? Hij was nog steeds een beetje sceptisch. Ja. Maar hij kent die boys niet, snap je? Ze zijn van mijn buren, dus ik ken die boys. Ik ken alleen Roe. Weet je, oké, snap je? Hij kent alleen Ruby. Maar hij kende nog geen Mokro. Hij kende nog geen Hydro Boys. Ook als collectief. Oké, die mannen komen. Ze doen die sessie. Snap je? Ze gaan weg, hè? Toch? Ik moet gaan inladen. Om te gaan editen. Whatever. Nu deze keer. Ik op een gegeven moment naar me toe. Hey, no man. Ik zeg je eerlijk, man. No, die mannen maken mijn hoofd para, man. Ik zeg eerlijk, man. Ik moet hier... Kijk, nu moet ik zeggen van, ja, je vindt ze hard, hè? Ik zei het toch, bro. Hij zegt, no, maar ik zeg je eerlijk, man, die mannen maken me para, man. No, maar ik moet shit met deze mannen doen. Yeah. Praam. Niet lang daarna, je weet, hij heeft een gesprek met ze aangegaan. De rest is history, wat je wat ik bedoel? Maar de grap is, dus nu, Hydro Boys in de building. Hydro, het staat al op YouTube. Die Pokémon, slechte kwaliteit en zo. Ik zeg, nee, ja. Haal het weg. Die ding is al in 2000 opgelopen. Die sessie komt in januari 2011 uit, volgens mij, of zo. Of december 2010. Eind 2010. Dus dit ding staat al meer dan een jaar daar. Ik zeg, nee, het is een hit. Het is een hit. Ze hebben opnieuw gedaan en toen boom. Opnieuw opgenomen, maar Mokro en RQS stonden er niet op. Oh, alleen Hydro stond erop? Alleen Hydro stond erop. Het is Hydro's een pokoe. Het is wel echt een Hydro pokoe. Het is Hydro's een pokoe. Ja? Gooi Mokro, RQS erop. En bro, ik weet niet man. Dat ding komt naar buiten, dat ding gaat. Kwijt. Bro, mensen draaien festivals. Nu nog steeds. Kwijt. Nog steeds. Klassieker. Nog steeds. Klassieker. Nog steeds. Zeg je eerlijk, vanuit Kraaien zelf ging die sessie echt hem. Daar was het echt van, hey, heb je deze gecheckt? Heb je hem gecheckt? Nee. Maar daarom zeg ik van, ik denk Hydro Boys was de eerste waarvan ik denk van, oké, mensen zien gewoon van, oh,
wow, hij, 1-0 in bars, die kracht, dit, dat. Maar daarna heb je ook SBMG, Una nagehaald. Ja, en wacht, daarna bleef het doorgaan. Nu hebben we 100 Ik wil één oude nog vermelden. En dat is een, misschien klinkt het apart, maar die van Keizer en Priester was vooral voor de youths. Was ja. Hard, man. Voor de youths. Want ik weet dat de ouderen zeiden van, wat ga je Keizer? Keizer, weet ik veel, vergeleken met Lil Wayne en Priester ook. Maar voor al die youths was Keizer en Priester maar het heeft voor mij ook een tijdje geduurd voordat ik Keizer en Priester kon waarderen. Yeah. Omdat hun waren voor mij toen al een soort van jonge generatie. Ja, man. Ik snap het niet helemaal. Je hebt doodgepompt. Maar nu, jaren later, en ik heb een keer ook gewoon Keizer gezegd, gewoon precies dit. Van, het duurde even, maar toen ik erachter kwam dat ze kunnen echt rappen. Crazy. Ja. Keizerpriester kunnen echt rappen. Ze kunnen wel rappen, man. Echt waar, man. Die Black Label Music ging echt kwijt. Ja, BLM, deze shit, man. Die is veel te lang. Maar heel veel sessies, man. Je ziet, we gaan 5 uur praten, maar dat is niet de bedoeling. Was wel de bedoeling, sorry, om 2 uurtjes te praten. Van die wat nieuwere sessies. Ja, laten we nu een overstap maken naar de nieuwe. Ja. Nee, Seven is niet nieuw, maar ik vond het gewoon hard dat hij daar... Seven is niet nieuw. Nee, niet nieuw, maar hij kwam daar en dat was zo zijn eerste... Ja, die was er. En die boost was gewoon gek en dat was gewoon de 101, snap je? En de tunes die hij daar weer had gedaan, volgens mij had die dingen ook... Melish. Ik denk 2000... Na Hydro Boys had je 2012, 2013 zo, had je een hele nieuwe lichting weer. En dat was Broederliefde, SBMG. Broederliefde 2012, harde sessie. Nog meer, Mokromaniac Solo. Ja, die solo. Ja. Lijpen en Ems. Wow. Hey, die vond ik zo random. Lijpen en Ems. Klassieker. Voor mij is die klassieker, man. Op die beat van Drake nog. Maar alles van Mokro was... Heeft gepakt. Nee, maar kijk, Mokro was een hele andere, andere vibe gewoon. Ja, maar, weet je, iedereen weet gewoon van Mokro. Mokro is sowieso, man, broer. Ja, man. Ga je ook zeggen, ik... Dancing Rotjog in the back. Ik heb Mokro vanaf vroeger way back. Ik weet ook hoe lang die man bezig is met zijn shit. Weet je, bedoel, hij is nog uit die tijd van... hoe mensen zouden zeggen, echte rappers. Wat je is een echte rapper. Sport, maar hij is een MC. Sport. Ja, bro. En hij gaat je killen, je weet toch? En hij doet het ook daarvoor. Hij neemt die sport heel serieus. Ik los zijn shit sowieso. Nee. Ik moet niet zeggen van die wat hele nieuwe recessies. Dan vond ik die van die guy Snelle vond ik heel vet. De eerste van Snelle, ja. Ik denk dat de laatste is. Die eerste heb ik niet gezien. Die eerste, hij heeft twee. Ik heb die eerste juist niet gezien. Die tweede heb ik gezien. De eerste was van, yo, Snelle is hier. En die tweede was van, boom. Ik heb alleen die tweede gezien. Nee, die eerste was... Maar er zijn meer mensen die gewoon nog steeds ook echt hard zijn. Gewoon die eigenlijk nooit worden genoemd... Ik vind bijna alle sessies van Seppa vind ik ook fucking Seppa, hard. Seppa, die laatste van Seppa? Seppa, man. Nee, maar die laatste van Seppa heeft me heel erg gepakt. Man. Die laatste pokoe? Ja, Seppa, maar die laatste van Seppa. Seppa klapt. Volgens mij sowieso elke rapper uit Belmer klapt 1-1. Als je zo bekijkt. Broertje, wil je iets voor me doen, toch? Ik ga weer plaatsen. Weet niet of we dat hebben, reden waarom, toch? Je gaat me zeg maar hype maken. Nee, maar het is ik zo. Ik ben op mijn Belmer dingen hele dag. Ja. Ik support. Ik ben, als Belmer een eigen voetbalclub was, twee voor FC Belmer, toch speelde dingen. Dan had ik al iets van, weet je wat? Skip Ajax. Ik doe voor de BIM. Ik zeg je eerlijk, zo bimmerig ben ik. Een tijdje was Jaxi zelfs nog SV Belmer. Iedereen van SV Belmer ging naar daar gewoon. Maar je wat ik bedoel? Dus alles van bimmeren, support. Ik kan helemaal als het gaande is. Daarom word ik kan boos voor als ik iets zie uit Bimber en het is niet gaande. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Daarom shout out naar iedereen uit de BIM, man, bro. Alles uit de BIM en ik wil niet fire zijn, is gaande, broer. Ja. Ze nemen en ze proberen ook alles van ons te nemen, nog steeds. Dat deden ze toen. Ze doen het nog steeds. Met opnemen, toch? Nee, we gaan door. Maakt niet uit, maar laten we doorgaan, man, bro. Even serieus. Letterlijk iedereen die uit Belmer daar was. Je hebt Hydro Boys, je hebt SBMG, die Holendrecht sessie, die is nog nieuw. Ik wil dat jullie één ding begrijpen, hè, voor de mensen Osso, toch? Belmer is een stadsdeel binnen Amsterdam. Ik noem het de eigen stad. Maar het is eigenlijk een dorp. Het is heel klein. Wat jullie bedoel? Maar als je kijkt hoeveel daaruit dat hele kleine komt,
Weet je wat ik bedoel? Maar ook, ik als Rotterdam. Maar ook hoe divers het is. Je moet het gewoon zien alsof het Rotterdam Zuid is, of weet ik veel wat. Weet je bedoel, niks anders. Het is niet heel Rotterdam. Nee, Rova Zuid is wel apart. Wij representen Bimmeren alsof het een hele foto is. Maar weet je, Bijlmer is, is gewoon GTST, maar dan red je het gewoon. Je weet toch? En dat ding is zeg maar, je hoort echt dat mensen uit verschillende delen van Bijlmer komen. Want iemand uit Holendrecht rept anders dan iemand uit Kraaien. Iemand uit daar rept anders dan iemand uit daar. Dus dat vind ik ook hard van Bijlmer, man. Klopt, dat is echt dat ding. Maar aan het einde van de dag, is uniek. Is uniek. We zijn Bimmeren. Ik dacht elke keer dat je gaat praten, los van één stoppen met de opnames. Je hebt twee Bimmeren. Nieuwe sessies. Wat kunnen we nog? Wat is het mel naar waard? Kijk, sowieso. Ik vond die vast sneller vet. Ja, ik vond die ik sowieso. En ik moet ook zeggen, weet je, hij is uiteindelijk een van de grootste op dit moment, maar hoeveel drukker was op de sessies van Boef, als ik er dan terugkijk. Trouwens. Die gif in zijn. Kijk die sessies van Boef terug en check die gif en honger in zijn gezicht. Trouwens, ik wil ook een dikke shout-out geven aan Boef. Ik ken Boef niet aan. Is ongehoord. Is different wat hij heeft gedaan met 101 Bars. Sowieso, ik vind Boef een heel ander soort dingen. Ik vind Boef niet per se technisch of zo de beste rapper of zo. Yeah. Maar er is een soort van vibe. Iets aan zijn charisma. Yeah. Aan zijn karakter, waardoor mensen aangetrokken worden. En wat hij bij 101 Bars deed, is zeg maar Boef. Ik vind dat Boef op zijn best. En dan, behalve, Hij heeft een tijdje terug, een jaar geleden of zo, heeft hij een pokkel gebracht. Wat me echt raakte, dat was die Soufiane of zo. Dat raakte me echt gewoon van, oké, dat liet me ook een beetje beter weten van, oké, dit is Boef. Dit is echt Boef. En het wordt tijd voor een nieuwe sessie, Boef. Sowieso. Sowieso shout-out naar Boef. Check die sessies terug. Er was veel pressure op die. Want hij was op dit moment gewoon talk of the town. En als je die... Ja, man. Je moet eigenlijk zo'n... Sowieso klinkt apart wat ik zeg. Maar als je hem zonder geluid checkt. Als je even de geluid uitzet. Als je naar de visie ziet. De visie checkt. Ja, zal ik wat vertellen? Het is gewoon... Je weet toch, het was gewoon... Daar heeft het denk ik heel veel fans ook weten. Laat me wat zeggen. Hè? Zeg maar, na 101 Bars heb ik ook een tijdje Zonamo gemaakt. Zeg maar, achter de schermen, weet je wel. En toen Boef bij Zonamo kwam, ik kende hem niet, niemand kende hem. En bij Zonamo was toen de tijd, waren die wat grotere sessies dan, die waren die wat kleinere chopper sessies. In die, nee, niet eens die chopper sessies, waren die sessies met die witte achtergrond. Met die vlag op de achtergrond, zeg maar, weet je wat ik bedoel. En hij kwam bij die sessies met die vlagjes. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk voor de wat opkomender, eigenlijk is dat voor de wat opkomender. Ja, mm-hmm. Joey AK is daar ook geweest trouwens, hè? Don't get that twisted. Seven is daar ook geweest trouwens, hè? Weet je, maar oké, we hebben het nu eventjes over een ander platform, dat maakt niet uit, maar we hebben het over de artiest. Die guy kwam daar, snap je, en het gaat gewoon om die honger die je daar, dat ik tegen die guy van zijn naam zei van, hey, kijk dan, deze guy, hij is gewoon apart. Het is niet wat jij zegt, van, hij is niet de beste rapper qua als je het hebt over qua lyrics en dingen, als je qua techniek zou dingen. Mm. Maar hij heeft iets, je ziet dat die hongerigheid wat hij uitstraalt, je ziet ook dat hij het meent. Dus hij is daar om het te komen nemen van je, wat ik bedoel. En bij die sessie van 101 Bars, want dat was dus het begin, snap je? En bij die sessie van 101 Bars, ik heb die sessie lopen die kijken. AZ-trui. Precies, weet je. En dat was wel een zin waar ik dacht van, jij, broer, jij gaat kosten alles, wat kost. Jij gaat alles pakken, want jij bent hiervoor, man, broer. Hij is hier niet voor, nee. Snap je? Plus het is een slimme guy. Maar ik begreep zijn motie, ik begreep hem pas echt na die Soufiane pokkel. Ja. Toen begreep ik hem. Waar die vandaan komt. Van gewoon, ja, gewoon waar het vandaan komt. Ja. Zeg je eerlijk, ik mis dat wel. Kijk, niks naar Sonamo. Maar eerst was het van, oké, als iemand bij Sonamo komt, daar is hier al talent. Dan check je dat, denk je van hard. Dat was gewoon de sessie na, voor 1-1 Bars. Dan komen ze bij 1-1 Bars en dan zie je die hele groei. Dat is van, oké, dit is die man nu. Maar nu staat er niks meer. Nu is er zeg maar geen beginstadium meer voor sessies, lijkt het. Ben ik mee eens. Hoe kijken jullie daarnaar? Nee, Bars is Champions League, maar er is geen beginsessie. Ik heb het nooit gezien, om eerlijk te zijn. Om het zo te zeggen, kijk, 1-1 Bars is in Nederland gewoon de eerste. We hebben altijd respect gehad voor de cultuur. En daarom zijn we altijd on top geweest.
Maar bijvoorbeeld, je hebt zoveel soortige sessies gehad. Want op een gegeven moment, ja, weet ik veel, heel veel. De meest voornaamste die boven de tafel kwam, was Sonamo. Yeah. En Sonamo heeft ons veel dope dingen gegeven. Een lijpe, een ismo, een boef ook. Een boef. Ja, kippie, hele toffe dingen. Dus ik vind dat alleen maar goed. Kijk, snap je dat, iemand... dat er gewoon een iets is waar... Want ik kan niet... Ik of 101 Bars, wij kunnen niet elke fucking talent vinden. Yeah. Ik heb wel die sensor. Want als we gaan kijken naar hoeveel talenten wij naar voren hebben gebracht... Mm-hmm. Voordat mensen ze kennen. Ja, of voordat mensen ze ooit echt hebben gehoord. Die lijst is oneindig. Maar we kunnen ze niet allemaal... We kunnen niet alle vissen vangen in de zee. Er is ook een... Je hebt Puna.nl. Maar je hebt ook Para TV, je hebt Axt, je hebt whatever, wat ik bedoel. Je hebt Convo. Je hebt Convo. You get me? Je hebt, als er een ding is, hoeft het niet te betekenen dat er niet meerdere dingen kunnen zijn. Ik denk juist dat in plaats van elkaar zien als concurrentie, dat het handiger zou zijn om elkaar zou zien als collega. Yeah. Je, van de andere 100%. Kant. Nee, maar ik bedoelde het niet meer. Ik bedoelde het niet op een concurrentenlevel. Ik bedoelde meer van. Het lijkt alsof. Ja, het lijkt alsof het pad niet meer lekker uitgestippeld wordt of te zien is. Champions League. En er zitten geen dingetjes onder gewoon. Sorry man. Dus dat had je bijvoorbeeld met How You Back Says. Dat je opeens rappers zag van hè, van hem heb ik nog nooit gehoord. En dan check je hem. En dan denk je van shit. Dat die gewoon stap voor stap loopt. Dat je ziet bijvoorbeeld eerst bij How You Back, dan bij Sanam en dan bij 101. Want 101 Bars is zeg maar pony van uit. Je hebt genoeg daar laten zien. En. Nu is alles spotlight. Hier kan je maken of breken. Weet je wat het is? Er zijn nog steeds mensen die proberen sessies te doen. Ik ga geen namen noemen. Maar sommige mensen zijn wel gewoon Fugazi. En ik noem ze Fugazi omdat ze gewoon... Hun intentie is niet oprecht. Snap je? Dus hun willen gewoon... Hun denken gewoon van... Oké, 101 Bas. Doe dat. Dus wij kunnen gewoon ook kapitaliseren als wij gewoon... sessies gaan doen en hetzelfde gaan doen. En kijk, bij Sonamo was het ietsjes anders, omdat ik ken die mensen van Sonamo. Dus ik wist al dat ze dat wouden doen en whatever. En ooit ben ik ook zelfs, hoe noem je dat? Heb ik die intro gedaan bij Sonamo. Ja? Oh, van Hydro Boys. Ja. De eerste keer dat ze daar waren. Ja. Gewoon, je weet toch, want toen was er al een soort sprake. Maar ik heb het nooit zo gezien. Net zoals toen Armin me ooit checkte van, hey, Convo, dit, dat. Ik kan het zien als concurrentie. Of ik kan het zien als gewoon hip-hop love, whatever. Wanneer we iets aan elkaar kunnen hebben, kunnen we beter iets aan elkaar hebben. Yeah. Of, je weet toch, want tegen elkaar, hey, wij zijn niet de enemy van elkaar. Ja, de enemy is daar sowieso. Yeah. Je weet toch, kan heel veel mensen zeggen die, want heel veel van ons... Van mensen vanuit onze cultuur, die geven op dit moment heel veel love aan de fucking enemy. Mm-hmm. Ik ga geen namen ook weer noemen, want ik wil niemand benadelen. Yeah. Maar hey, je zit wel met je kont daar bij dat programma gewoon te lachen. Terwijl ze menen niks met je. Mm-hmm. Je denkt ze zijn je mattie, je denkt je bent goed met ze. Heerste er back in the days... Een klein iets van, hey shit, Sonamo, hey shit. Je weet toch, want op een gegeven moment had je wel... Ik heb nooit concurrentiestrijd met Sonamo gehad. Weet je waarom? Omdat 101 Bars bestond al 6 jaar en we waren zodanig groot. Het is meer de buitenwereld die dat creëert. Dat creëert, Er is een ander groot platform waar mensen rappen, dus ga je hoe dat met elkaar... Hoe voel je je dan daaronder dat mensen zeggen van, ja, er is een nieuwe concurrent bij? Of hoe voel je je nu dat er... Weet je wat de concurrentiestrijd die er vroeger was? Dat was 101 Bars en Puna. Dat was vroeger de concurrentiestrijd. En op een gegeven moment ben ik gewoon met Adai, Thomas, de mensen van daar, je weet toch? Ben ik gewoon gaan praten van, hey, B, wat is wat? Nou, laten we gewoon linken. En uiteindelijk bleek ook gewoon van, we zitten eigenlijk niet echt in elkaar zwaarwater. Waarom? Dat is de buitenwereld. Mm-hmm. Dus omdat ik die les al had geleerd van de zogenaamde concurrentie van...
Ik heb het nu over, ze vragen me van over concurrentiestrijd met z'n allen toch. Mm. Maar nu, ik leg ze uit, ik heb die les al geleerd. Waarom? Omdat vroeger was er een soort concurrentiedingetje tussen Puna en 101 Bars. Oh, ja, maar het is de buitenwereld die dat creëert en niet wij. Ja. Snap je? Dus toen ben ik gaan beseffen van... Hey, dit zijn gewoon mijn broeders. Toen ik met zijn biertje ging drinken, al die shit, dan zie ik gewoon van, hey, zijn cool dudes. We kunnen liever bouwen. Dan breken. En je hoeft elkaar niet eens te mogen. Maar het is gewoon van, hey, I respect it, whatever. En, Toen andere mensen, want naast hun allemaal zijn er nog zoveel andere hip-hop outlets die er zijn. Mo, Nadir, Soef, doe het man. Er zijn zoveel hip-hop outlets die hun shit zijn gaan doen. Ik zie niemand als concurrentie. Als iemand tof tegen mij doet, je weet toch, ja, dan whatever. Maar het is sowieso de buitenwereld die meer de concurrentie maakt. Ja, die creëren dan de personen zelf. Hun willen dat. Die buitenwereld wil dat. Wij hebben het zo. Wij hebben het met grote gezeik. We hadden zomaar een concurrent. Wij chillen van Laat me het zo zeggen. De best bekeken sessies bij 101 Bars zijn... In die top 5 zitten gewoon sowieso... Boef en Lijpen. Ja, begonnen bij zijn naam. Snap je? Ja, shout-out naar Lijpen, zomersessie 2016. Zo zie je dan. En ik kijk niet eens, want kijk, dit is... Ik weet niet hoe andere mensen ernaar kijken of andere platforms. Ik kan voor 101 Bars alleen praten. 101 Bars is gecreëerd voor de artiest. Uiteindelijk, de artiest is er goed uitgekomen. Mm. Als je kijkt naar Lijpen, naar een Boef. Snap je? Ik kijk niet naar concurrentie. Het is niet eens voor mij. True. En mijn ding is heel anders. Ik heb een heel ander verdienmodel dan mensen die het helemaal zelf doen. Want ik doe het samen met BNNVARA. Ja. Dus mijn verdienmodel is heel anders. Ik verdien niet meer bij elke... Bij elke sessie. Bij elke view extra of wat dan ook. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus mijn verdienmodel is heel anders. En daarom kan ik gewoon... Soms kan ik ook gewoon experimenteren. Ja. En dan kan ik zeggen van, hey, ik geef een Ella John een sessie. Mm-hmm. Een teammate die ik gewoon tof vind. Ja. Shana Kampen. Ja man, Shana Kampen. Snap je? Maar welk jaar was voor jullie, zeg maar, dat jaar waar jullie dachten van, oké, dit jaar hebben we wel zwakke sessies gedropt? Zwakke sessies? Ja. Het is nooit een hele jaar. Nee? Nee man. Welke periode? Nee, dat zijn soms zwakke sessies gewoon. Ik denk niet dat je dat echt bijhoudt van, shit, 2013 winter was... Nee, maar hebben jullie nooit, zeg maar, stress dat jullie denken van... Nee, shit, kijk, we hebben nu al 3 sessies zwak achter elkaar. Ik denk het niet. De reden waarom... Kijk, je bent de redactie, dus je doet je research. Als je een zwakke sessie hebt gedrukt, dat betekent dat je zwakke artiest hebt uitgenodigd. Mm-hmm. Wat je wat ik bedoel? En ik denk dat als je een artiest uitnodigt, net als jullie een gast uitnodigen, dat jullie wel iemand uitnodigen waarvan je denkt van, hey, je komt wat uit. Yeah. Wat je wat ik bedoel? En dan heb je het niet over hoeveel views het gaat pakken, maar is het gewoon impact. Iemand die er staat die dope is of niet? Yeah. Snap je wat ik bedoel? En daar heb ik het over in die tijd dat ik het maakte. Het was wel altijd de bedoeling dat er iemand daar staat die wel gewoon dope shit kan droppen. Nee. Weet je, dit is het concept van 101 Bars. Wij toch zijn een producent. Jij als artiest bent een regisseur. Mm-hmm. Op het moment dat wij jou die platform geven, ben jij regisseur van jouw eigen moment. Maak er iets van. Yeah. Als je er niks van maakt, het is maak het of kraak het. Een keer zei Hef tegen mij van, dit was een tijdje dat Hef gewoon, zeg maar, hij was in de mood. Zei van, ja, je weet toch, weet je wat, het is van 101 Bars. Ik wil niet echt daar komen nu, want 101 Bars is maak het of kraak het. En ik dacht van, ja, maar je hebt gelijk. Mm-hmm. Het is maak het of kraak het. True. Dus je moet je best doen. En als je gevoel niet daar is, ga niet, B. Ga true. Niet. True, true, true. Want dat ene moment kan gewoon zeggen van, B, we zijn done met je. Recent voorbeeld. Waar ik erg naar uitkeek en waar ik ook benieuwd was naar de reactie, was die sessiebot van Leaves en Jason. Yeah. Waarbij iedereen toen bij die aankondiging dat je enorme sloot aan reacties van kill, de streak is over, slechte rappers, ze kunnen geen bars spitten, dus ze horen niet bij 101 Bars. Ik vond het heel dope en hard dat je zoiets hebt van, yo, dit is ook een side of hip-hop die ook belicht moet worden. Hoe keek je naar
de reactie en hoe het uiteindelijk is uitgepakt. Met bijvoorbeeld met dat licht en zo. En hoe is dat, dat hebben ze zelf bedacht, die licht. Ja? Maar jij, nogmaals, de regisseur. Als jij wordt uitgenodigd. Ja. Net als wanneer Green Gang besluit om money te gooien. Ik heb niks met die shit te maken, vriend. Maar zij zullen vast niet de eerste zijn die met autotune willen doen, toch? Of zijn ze dat wel? Jawel. Oh, wel? Nee, niet de eerste die het wou. Ja. Maar ik wil het niet. Ja, en ik ga je zeggen waarom ik het niet wil. En voor hun heb ik ga je ook zeggen waarom ik een uitzondering voor hun hebben gemaakt. Oké, ze noemen hun New Wave, toch? Ja. Oké, hun staan er bekend om vooral tunes met autotune te maken. Hmm. Boom. Ik stond een keer met Liefs buiten. En ik zei van, hey, hij was mee bij die sessie van Seven. Oh, stond hij op de achtergrond. Waren we buiten, gewoon aan het chillen. En ik zei van, hey, wat tijd. Hij zei van, ja, je weet toch, ik wil iets anders doen. Maar het past niet in die ding. Maar ik zeg, dit moet ook jouw huis zijn. Net zoals het voor elke rapper. En misschien doen wij iets fout, maar whatever. Toen zei ik van, oké, nou Spang, weet je wat? Er zijn twee mensen voor wie ik op dit moment een uitzondering zou maken. En dat zijn jij en Jason Trill. Waarom? Omdat jullie doen wat jullie doen, maar dan groot. Jullie doen het groot. En de reden waarom ik geen autotune wil, is heel simpel. Het is, hoe noemen we dat? In bars. Nee, maar buiten dat, het is te veel werk, vriend. Weet je wat je weet? Autotune kan op honderdduizenden manieren gezet worden. Yeah. De juiste keys moet je hebben en dat weer fixen, afmixen, et cetera. Hier, bam, je gooit het. Want dit is gebeurd ook bij Jason Trill Leaves. Die autotune staat erop. Ja, die autotune is niet goed. Heen en weer. Maar jij hebt gewoon een deadline. Jij moet vrijdag een sessie online hebben. Mm-hmm. Ik ga niet heen en weer met mensen, B. Nee, kom, bless die mic. Baf, doe dat. Dus mensen in de toekomst komen ook niet vragen om fucking autotune. Laat dat, B. Was de laatste. Eerste en de laatste. Is misschien niet de laatste. Yes. Maar ik wil uitzondering maken voor mensen waarvan ik denk van, oké, hun doen het big. En wat ze in hun dagelijkse routine ook al doen, dan doen ze het al. Ja. Maar zometeen ga je iemand krijgen van, ja. Die refrein, autotune, doen en de rest is niet, ja, oké. Okay. Dan gaat het steeds verder. Deze vier bar, hoe vind je dat eens uitgepakt? Wat vind je van het resultaat uiteindelijk? Ik vond sowieso hoe het eruit ziet, ziet het er fucking sick uit. Ja, man. Sick. Ik moet zeggen, ik heb het nog niet gezien, man. Ik weet niet of het fijn is. Ik heb het ook nog niet gezien, man. Ik ga het wel even chemistry, checken. Het was gewoon twee boys die lol hadden bij een studio. Precies dat. Ja, maar kijk, persoonlijk qua pokoe vond ik vooral die laatste vond ik dope. Ja, man. Maar dat heeft een soort van old school vibe. Ja. Ik moet eraan wennen, man. Net als wat ik zeg, man. De eerste keer dat Keizer kwam, heeft het ook 2 jaar geduurd voordat ik het in mijn brein accepteerde. En je kan niet van alles houden, toch? Nee, maar ik bedoel gewoon dat ik ga beseffen van wat het precies is. Ik kan me ook niet kwalijk nemen, want ik heb zoveel mensen naast me gehad, gewoon van mijn brein. Mijn brein heeft lang nodig. Ik kan talent spotten. En soms spot ik talent niet eens, maar soms dient talent zichzelf gewoon al voor. Ja. En dat is bij Jason Trill en Leaves het geval gewoon. Ik vind hun gewoon dope. Ja? Ik heb veel gesprekken met Leaves. Leaves is net een kleine broertje voor me. Ja, ik zie hem als kleine homie. Goeie guy. Je weet toch? En ik vind gewoon 101 Bars moet ook een platform voor hem zijn. Want hij, als jonge boy, hoe hij mij uitlegt wat 101 Bars voor hem heeft betekend. En hij is pas jong, maar vanaf kind, hij is met 101 Bars opgegroeid. En hij wil zo graag waar hij bij 101 Bars komen, want dat is wat hij nog niet heeft gedaan. Maar omdat zijn stijl misschien anders is dan de rest van 101 Bars, is geen plek voor hem. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik moet niet die oude motherfucker zijn. Maar vroeger had je platforms ook. Droom. Maar we praten over platforms toch. Je had vroeger ML75, Hip Hop is Smooth, zoveel dingen. Die toen aan top stonden. Maar waarom zijn ze niet mee? Waarom zijn ze niet zoveel jaren meegegroeid? En hip-hop is Smooth bestaat nog steeds. No disrespect. Mm-hmm. Maar je kiest voor een bepaalde tijdperk en een bepaalde sound. En daar ga je voor. En bij 101 Bars is het ongeacht wat voor kleur,
wat voor muziek je maakt. Alles kan. Alles kan. Ja, man. Helder. Laatste round-up. Zijn er nog 1-1 Barca's die jullie... Schizo en Chilo, man. Ik ga niet voor je liggen. Schizo en Chilo. Die was de eerste... begrijp me goed. Ik weet niet of het de verkeerde verwoording is of zo. Maar zeg maar, qua mokro-rappers... Snap je? Chilo en Schizo. Donder op, man. Die ging kwijt, bro. Was die voor die Naffer-sessie? Dat was volgens mij voor Naffer. Maar Naffer ging ook. Naffer ging ook, Kotti. Maar dan heb je het precies over diezelfde tory. Hetzelfde met Appa. Daar hebben we het ook één keer over. Die Appa-sessie. Nee. Nee, de eerste die viraal dan als je gaat over mokro-rappers is Shaq. Ja, bro, maar kijk, zo ga je de hele tijd door blijven gaan. Ja. Heb jij nog sessies in je hoofd? Ja, Louis Vos en Moula. Was dat met die effecten? Ja, die eerste nog, bij Domme Jongens. Was dat met die effecten? Ja, maar daar kwam ook al effect. Ja, effecten, man. Wauw, ja, maar daar kwam weer een video. Maar... Daarvoor run Louis en dingen, toen kwamen ze met... Volgens mij code 500. Code 500 in de kladblok. Ik moet ook zeggen. Maar Moula's eerste keer bij 101 Bas is ook in 2008. Ja, die van... Waar was de... Moula was daar met King Size, toch? King Size. Dat was die zware... Nee, die... Bad Boy Taya ook. Ja, maar dat was... Ook bij Bad Boy Taya is die keer geweest. Ja. Was dat die WW-sessie? Dat was een andere Moula. Er is ook een keer een wilde... Dat was Moula op Boombe. Er is al een keer een wilde Westen-sessie geweest in 2009 of 2010. Ja, die heb ik. Ja, man. Moula bij je Boombe. King Size. Oh, gek, man. Ja, man. King Size komt ook altijd dom. Nog andere sessies die... Even benoemd waar je zei, Esco Megas in 2018, ben ik mee eens. Die was uniek. En een cijfers, man. Arbidjan, Atje. En die cijfer was Scarry, man. Die cijfer was Scarry, man. En met Vice, man. Shout out naar Vice ook weer, man. Echt, man. Scarry heeft die... Klap, man. Net als 100 euro. Shit, maar dat is niet officieel sessie, hè? We hebben het over in bars content. Je komt wel met... Door, ik wil sessies horen. Welke sessie? Sessie, we moeten afsluiten. Welke sessie is nog het benoemen waard? Snel, dit is je kans. Komt door die voetbaltakkies de eerste 20. Eerste 30, 40. Wat je wat ik bedoel? We zijn bijna twee uur bezig, bro. Moet je in één keer snel doen. Ja, maar ik weet niet, man. Broer, er zijn zoveel sessies, man. Ik weet het niet. Jullie? Dit is je kans. Laatste sessie. Ja, Schizo Chilo is ook genoemd. Jonah's sessie, man. Jonah komt altijd op de killen, Maar gewoon sowieso shout-out naar Jonah Fraser. Mensen onderschatten... Hij is een rapper. Ja, man. Zeker. Echte MC. Ik vond het daarom ook wel Charlie toen... nu kennen mensen Jonah Fraser als zanger. Maar de allereerste keer dat ik die tory van hem zag met Hef... Dat was een van de eerste video's zonder Noah's Ark. Toen ging hij die refrein zingen. Ga je echt zingen? Ik snap het nog niet helemaal, maar later heeft hij het ook wel gewoon. Ik ken hem als rapper. Ja, ik ken hem als rapper. Ik wou hem signen bij Mucho Dinero back in the days, man, als rapper. Ik ben blij dat hij niet bij me heeft gesigned, want ik zou hem gewoon laten rappen. Toen was ik helemaal niet op die shit. Daarom geniet ik zeg maar wanneer hij wel bij 1-1 komt, dat hij daar wel is om te rappen. Laatste sessie nog. Levensmannen 1-1. Ja. Is niet per se eentje met veel views, maar voor veel mensen... Zeg maar Ronnie Flex. Weird rap, zeg maar voor mensen was het apart. Maar alsnog voor veel mensen een classic. Levensmannen sessie. Welke nog meer, guys? Ik weet het niet, man. Snelle sowieso. We hebben Lijpen gehad, we hebben Broederliefde gehad, SBMG. Ik zag laatst die laatste van Broertje, die vond ik wel vet, man. Ik besef van die kill. Green Gang heeft meerdere harde sessies gehad. Hoor. Die ene waar dingen, waar seksrap en zo aan het licht kwam. Met Sonny en zo. Ja. Die was ook een goeie. En die heeft ook wat voor hun gedaan met die. Wat hadden ze daar, ze hadden seksrap, kwam Geila daar niet? Hé, broer, 1-1 van Jordan en Maeve, man. Dat zijn rare tijden. Oh, Jordan en Maeve, Schiedam. Eerlijk. Schiedam. Ja, man. Jong geleerd, jong gedaan. Dat is mijn buurt, man. Schiedam, Vlaanderen. Zware jongens. Hé, laat me zware jongens snel vermelden. Zware jongens. Aiki, Bollebof, excellent. Yo, Magere Hein. En maar broer, ik ga eerlijk zeggen. Vlaardingen, I gotta represent, man. Shout out naar Aiki.
sowieso shout-out naar de Aiki. Ja, man. Wat je bedoel, Aiki, als je dit ziet, broer, je weet toch, nog steeds dezelfde lobby, man. Vertel, Rotjo. Het is hetzelfde als een Mo van WW. Dat zijn twee boys. Independent label, eigenaren. Ik zie ze al. Maar vergeet niet, Perry Mystique Distortion. Hij ging rappen. Perry, man. Pakka. Zware jongens, sowieso. Perry, die laat die beat lopen. Excellent heeft veel gekild daar, Perry, zo. Perry, begin een beat te gooien, man. Dan denk ik dat we... Ex-rapper spelen. Dan denk ik dat we nu de mensen comments gaan typen van... Jullie zijn die en die vergeten. Holland Dress Sessie. Werkelijk. Ik zei het net ook. G-Boy, sowieso. Om het af te sluiten, 101 Bars... immense impact gehad op onze cultuur, op onze jeugd. Love. Jullie hebben zoveel vermakende uren voor ons gehad. We hebben het zo vaak grijs gedraaid. Ik heb enorme confidence boost gehad voor door die sessies. Voor de spiegel spitten alles. Hey, ouwe man. Love naar jullie dat we ons verhaal kunnen doen, man. Sowieso. Altijd welkom. Moet. Laat het nog lang mogelijk, laat het forever nog blijven van 101 Bars. Elle Cash Gang 101 was ook een goeie grapje. Ja, man. Facts. Dat is veel goeie, man. Sorry dat we hier. En ik vind het mooi. We kunnen nog 4 uur doorgaan. Ja, precies, man. Dat houdt niet op. Ik vind het mooi. Ik als Young 1 was helemaal into 101 Bars. En mijn broertje, hele andere generatie, is ook helemaal into 101 Bars. Yeah. Gewoon nieuwe co-signs, nieuwe artiesten. Is een groot deel van de culture. Ja, absoluut. Absoluut. Dank jullie wel voor het komen, het verhaal doen. Mensen, we hebben sessies vergeten. Sowieso. 100%. Maar je weet toch, je zit hier aan tafel. Je moet snel even... We hebben wat voorbereidende werk gedaan. Maar ik wil nog wel even één ding zeggen, toch? Er zijn heel veel sessies geweest. Eigenlijk hetzelfde wat je zegt, maar... Het is beter als het uit mijn mond komt. Er zijn heel veel sessies geweest. En in 2012... september 2012 zijn we overgestapt op YouTube... En we hebben sommige dingen geremasterd en sommige dingen opnieuw opgelood. Whatever, voor zover het beeldmateriaal goed was. Maar er zijn heel veel mensen geweest die gewoon zeg maar in vergetelheid zijn geraakt. Terwijl ze wel echt dope waren, ook in die tijd. Weet je, heel dope. En voor mensen die nu pas met 101 Bars in aanraking komen. Mag ik eentje snel noemen? Zieke Zuiden? Zieke zeiden, Skanky 8. Skanky 8. Skanky, man. Hey, shout out naar Skanky. Moet ze vermelden. Hoe je zegt Skanky, moet ik direct denken aan ook een andere man. Hey, shout out naar Kaskus, man. Oh ja. Shout out naar Kaskus. Ik zeg je eerlijk, 100%. Hij is zo'n rapper. Je weet toch? Wat jullie bedoelen? Voor de sport. Maar dat wou ik zeggen gewoon. Er zijn zoveel mensen geweest die we niet opnoemen, zoals jij zegt. Maar... ik hoop... Kleine Jay Castell, shout-out, man. Ik heb alles nog op een harde schijf. Maar vroeger was, zeg maar, die beeldkwaliteit was niet... Dus het heeft veel pixels. En we kunnen niet al die meuk nu zo... Je praat echt over een paar honderd sessies... die niet online staan. Mm-hmm. Je zou die harde schijf op een gegeven moment moeten veilen, Nee, maar ik zit erover na te denken, maar dit is een idee. En misschien moeten mensen, weet je, laat in de comments weten of je een dope idee vindt. Als ik al die sessies, ik ga dan een stagiair of zo moeten inhuren die dat gaat doen. Want het is veel werk, het is een paar maanden werk. Maar dat we gewoon een aparte kanaal openen, weet je. Classics. Whatever. En dat we gewoon al die dingen die er niet op staan, dat we ze alsnog erop gaan gooien. Want het is een soort van legacy. Dope, hoor. Zie je? Ze moeten niet vergeten worden. Ik heb nu al spijt dat ik bij Convo ben gekomen. Want nu moet ik een London special en al die dingen gaan oplopen. Classic. Dames en heren, 101 Bars. Ik blijf op jou. Je blijft op mij. Laat ze worden van Dredd. Yo, support the fucking culture. Mm-hmm. Kijk, 101 Bars is culture. Net zoals 101 Bars culture, er zijn er nog meer dingen. Die andere partijen, wees niet bang. Come together, laten we die culture nog groter maken dan het fact. Is. Rappers, wees niet bang om te rappen, wat je ik bedoel. Fact. Het is niet erg, wat je ik bedoel, om af en toe het zang achterwege te gaan. Ga lekker wat rappen, want de rap, mensen houden nog steeds van die shit. Wees niet bang om het te doen. En ik bluff Lil Kleine, kom rappen bij 101 Bars. Kom een sessie doen, B. Wacht. Bluff hem. Nog een keer in de cam. Wow, ik bluff Lil Kleine, kom een sessie doen bij 101 Bars. Heeft hij ooit al een sessie gedaan? Tuurlijk. Maar weet je wat? Kan je dat toch? Ik hoop dat hij het kan. Ik weet dat hij het kan. Weet je wat het is? Ik denk,
1-1 Bas is voor hem een, misschien een trauma geweest. Ik weet dat je wil afsluiten, maar ik ga iets heel belangrijks go zeggen. Go ahead, go ahead. Ja? Oké, okay, Lil Kleine. Ja, toen hij die megasessie deed, toch? Mm-hmm. Hij heeft een sessie gedaan. Hij heeft meerdere sessies gedaan. Met Lange Frans, zelf een sessie. Megasessie, Cypher. Mm. Maar in die megasessie, weet je, weet ik veel gehaat. Bij 1-1 Bas. Ja. Daarna is hij gebloot. Maar ik denk dat al die stappen voor hem nodig was. Of waren. Om te zijn wie hij nu is. Ja. En daarom, ik wil dat hij thuis komt. Ik wil dat hij naar 101 Bars komt. Ja, man. Ja? Hij hoeft niet bang te zijn, whatever. Net zoals, je weet toch, Ronnie Flex heel vaak sugarcane in disses heeft gegooid. Of dit, dat. Zo door een soort talentencompetitie die ik ooit had georganiseerd. In de Bitterzoet. Ik denk dat dat moment voor Ronnie Flex nodig was om die vuur, die peper in zijn reet te douwen, om te zijn wie hij nu is gewoon. True. Dus daarom, in plaats van boos te zijn op iets wat in het verleden is gebeurd, hey, kom terug, laat zien. Kleine man. Appreciate it. Confronteer. Kom fully naar die ene. Kleine, kom. Jorik. Jorik, kom. Fully in die L. En dit was Confronteer. Nee, maar wacht. Nog heel snel. Pietje Wel, Killer Kamau, Woestelaar, dikke sessie. Pook. Pook's sessie is ook legendary. Oké, en dit was Convo met 1-1 Bars. Dankjewel. Abonneer, like, Dat probleem. Rustig. We out.